En we zijn live, mensen. En dan zeg ik... Wat zeg ik dan? Nee, dan zeg ik... Hello, baby. Ja, mensen. Dan zeg ik hallo, baby. En we gaan beginnen met de stream natuurlijk. Hartstikke leuk om het eventjes het een en ander uit te zetten. Want anders loopt het allemaal alweer naar de kleren. En dat moeten we niet hebben natuurlijk. Even kijken, hoor. Zo. Ja, goed, even kijken wie er allemaal present is natuurlijk, even kijken. Remco Jurjens is weer present, hartstikke leuk natuurlijk. Altijd Kermis, de Fairground en Fireworks Master, je weet het wel mensen, die is ook present natuurlijk. En even kijken, dat waren ze. Nou, dat is nog niet veel mensen. Ik zal gelijk eventjes wat uitleggen over, natuurlijk de gaststreamer, daar heb ik het al over gehad natuurlijk even. Dat je zegt van, ja, daar heb ik het over gehad in de, oh, er komt er nog één, dames en heren. Kermisgekte, die is ook online. Die is ook live hier bij de stream. Hartstikke leuk natuurlijk. Even kijken. Nou, ik heb natuurlijk in de promo heb ik natuurlijk gemaakt. En daar heb ik natuurlijk gehad over de gaststreamer. Ja, dat is hartstikke leuk. Iemand die met mij mee gaat streamen vandaag, is dat niet leuk? En ik had gedacht, nou, dus even leuk om dan met z'n tweeën te streamen. Want dat gaat een beetje de vaart erin. En alleen is dat toch niet zo goed. Webcam staat niet helemaal op me gericht. Dat zal ik even doen. Kijk, hoe gaan we dat doen zometeen? Nou, dat is heel simpel. Dat is vrij simpel. Ik zal eerst even uitleggen wat dat precies de bedoeling is. Wat je moet hebben bijvoorbeeld. Ik kijk wel een beetje naar de leeftijd natuurlijk. Dus er komen hier al wat leeftijden voorbij. Ik bedoel, ik ben natuurlijk niet de jongste, zeg maar. Hè? Vergeleken met jullie sowieso niet. Ik zie dat Remco Jurjens ouder dan ik is. Maar voor de rest zitten ze allemaal ruim onder mijn leeftijdsgrens. En ja, het moet toch een beetje samen goed kloppen. Hè, dames en heren, daar is Koos de Wolf ook. Hartstikke leuk. Die zal niet lang blijven, heb ik zomaar het idee. En groot gelijk heeft hij natuurlijk. En Giovanni Willems is ook online. Hartstikke leuk. Maar wat had ik gedacht voor die gaststream? Nou, dat moet natuurlijk een beetje samenwezen. Nou, we gaan zo meteen. Iedereen krijgt de kans. Onder het volgende onderdeeltje, zeg maar. Klein onderdeeltje. Is even leuk natuurlijk. En dan krijgt iedereen de kans om dus gaststreamer te zijn. Ben je het nou vandaag niet, dan kan het zo zijn dat het volgende keer is. Ik kijk naar de leeftijd natuurlijk een klein beetje, zoals ik net al zei. En wat moet je hebben? Nou goed, een microfoon. Dat hoeft niet zo'n microfoon te wezen. Dat is helemaal niet nodig natuurlijk. Het kan ook gewoon een microfoon wezen die bij je webcam is. Maar dat je in ieder geval goed te verstaan bent. Oordoppen. Dat is hartstikke fijn natuurlijk ook natuurlijk. Want oordoppen, ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Want anders dan gaat er een echo plaatsvinden bij je eigen geluid. Dat wil je natuurlijk niet. En natuurlijk een webcam, niet onbelangrijk. En je moet Skype hebben. Hartstikke leuk. Koos er wel op, die begrijpt wat ik bedoel. Dat is hartstikke leuk. 31, amai, dat had ik niet gedacht. En niet te denken dat ik nou in één keer bellig ben met deze dingen. Nou, hoe gaan we het doen? Het is heel simpel. Voeg mij toe op Skype. En ik ga zo meteen, na het volgende onderdeel, gaan we eens eventjes kijken wie dat allemaal gedaan heeft natuurlijk. Ik ga zo meteen eventjes nog wat even vertellen, denk ik, over Hengelhoef. Daar ben ik natuurlijk een poosje gelegen geweest, daar wil ik nog even wat over vertellen. Dus even lopen, een korte review. Na die review ga ik eventjes kijken wie mij allemaal toegevoegd heeft. Voeg mij toe op Skype. En dan, ik ben 83, geloof het zeker. Even kijken, ja, koptelefoon is ook goed, ja. Dan ga ik kijken wie me allemaal toegevoegd heb en dan ga ik iemand selecteren. Ben je nou vandaag niet aan de beurt als gaststreamer? Dat kan natuurlijk. Dan ben je misschien de volgende keer wel aan de beurt. Ik wil eventjes wat vragen over het geluid. Is het geluid zo'n beetje goed? Want ik heb een oordopjes in. Dat is omdat ik zometeen de gaststreamer ook graag wil horen. Die ga ik via mijn laptop luisteren. Dan kan ik kwaad met de microfoon, dat maakt niet uit. Maar ben ik goed te horen? Want deze oordoppen die zijn toch mindere kwaliteit als normaal gesproken de koptelefoon. Dus voeg me toe op Skype.
En ik zal eens even zeggen wat nou mijn naam is natuurlijk op Skype. En dat is de Patrick H. Hey, dat is verrassend. En dan kan je natuurlijk mee streamen vandaag. En dan ben jij misschien wel die gaststreamer. Hoe spannend. Moet ik er zo meteen wel even inzetten. Maar goed, we zullen eerst even officieel beginnen natuurlijk. Zoals we dat de vorige keer ook deden. Moet ik even kijken. Hoe gaat dit ook alweer? Even kijken. Ja, dat moet ik even invoeren. Ja, dat is allemaal een beetje dat je denkt van... Nou, dat is niet helemaal goed voorbereid natuurlijk. En nou, dan zullen we eens beginnen. En voeg me toe dus op Skype. En misschien ben jij wel... Oeh, die ene gaststreamer. Spannend! En daar gaan we weer, mensen. Dank voor het goed geluid. We gaan beginnen met die stream. En ik heb er zin in, hoor. Zing maar lekker mee, hoor. Met de stream heb wordt gezellig. Stuur je berichten. We gaan een feestje bouwen en er weer tegenaan. Blijf kijken voor gezelligheid op de Patrick en aan. Ja, voeg dus toe op de stream en we gaan zo meteen natuurlijk raadattractie met Flaxie doen. We hebben natuurlijk de Q&A, de vraag. En wat hebben we nog meer allemaal? Attractie review. Dat is ook nieuw. En nog veel meer natuurlijk. Onder andere natuurlijk een nieuw spelletje. Ach, dat is spannend. Allemaal nu, deze avond. Ah. En ik zie ook dat één iemand mij aan toegevoegd heeft op Skype. Interessant. En dat wordt dus hartstikke gezellig vanavond. Dus ja, het is zeer zeker de moeite waard om erbij te blijven. Ik ga even een achtergrondmuziekje aanzetten, dat wil ik natuurlijk ook. Even kijken, dat moet ik even zo doen. Voeg me toe op Skype, ik ga nu eventjes babbelen over Hengelhof. En daarna kijk ik wie me allemaal toegevoegd heb op Skype. De Patrick A. op Skype en misschien ben jij wel die gaststreamer van vandaag. Zo, dat is achtergrondmuziek, die draait dan ook weer. Volgens mij zit nu al zo'n beetje op de rit. En zo meteen kunnen we helemaal opnieuw beginnen als het natuurlijk die gaststreamer is. Eén iemand heeft me toegevoegd. Ik zag Ryan langskomen, maar ik heb die nog niet in de stream gezien. Dat is dan weer wel jammer. In de chat. Ja, Hengelhof ben ik 2 weken geleden geweest. Ja, zeg ik dat goed? Ja, nee, op, ja, vorige week zondag. Dat is interessant. Wij kwamen eraan, dat is interessant. En mooie omgeving daar, hartstikke leuk. En ik ben Skype even aan het downloaden. Oei. Je hebt nog heel even tijd, dus ik hoop dat die een beetje snel genoeg is natuurlijk. Wij kwamen daar en we wisten niet precies hoe het met het parkeren ging. Dus wij eerst naar de receptie en goed, wij daar vragen natuurlijk. En de zwembadkaartjes halen natuurlijk. En kijk, nu komt er weer in. Juist. En dus wij naar die receptie. Hartstikke leuk. Maar er staat daar toch eens een partijtje, een chagrijnige wijf. Dat je denkt van nou, dat hoeft voor mij niet. En toen zei ik gelijk al toen we buiten kwamen, toen had ik de zwembadkaartjes natuurlijk in het schat. En nou, ik zei gelijk van, dat is toch geen kwaliteit, hè. Center Park is bijvoorbeeld veel vriendelijker en Landal, dus dat was slecht van overstappen. Dus wij op een gegeven moment wisten alles, de slagboom die zou open blijven, hadden niet betaald parkeer, dat hoefde niet. Dus, nou, dat is interessant natuurlijk. Ik zit gelijk de chat te kijken, je ziet gelijk dat het vertraagt, hè. Dat moeten we niet hebben, dat moeten we de vaart in houden. Dus, wij komen daar aan bij dat zwembad en er staat daar een hek, jongen, niet normaal. Iemand op het plafond leek wel of ik in de gevangenis zat. En zo'n draaidingetje natuurlijk waar je met je kaartjes doorheen moet. Nou, dat hiel ontzettend op, want natuurlijk iedereen komt daar om 10 uur bij dat zwembad aan. En die willen natuurlijk allemaal naar binnen, hè. Allemaal tegelijk willen ze naar binnen. Ja, dat houdt ontzettend op hoe ze dat bijvoorbeeld bij Centerparks doen. En bij Landbouw doen ze dat ook, bij Venables dan. Zeg maar dat je zegt van, nou goed. Dus dan staat er eentje erbij en die dan de kaartjes heeft gecontroleerd. Dan kan je gelijk allemaal binnen. Nee, dat was daar niet. Nee, allemaal door dat ding. Het was allemaal heel nauw, dus je kon met je spullen ook maar net langs. Minpunt. Volgende minpunt was dan bij de kluisjes. Dat is ook even een minpuntje. Daarna hou ik er een beetje mee op met die minpuntjes. Dat die codes allemaal. Weet je wel, dat is tegenwoordig in. Dan moet je eerst de code doen en dan gaat die dingetje open. En je kluisje en dan kan je daar erin dus, hè, met je spulletjes. Verschrikkelijk. Oh, dit is een leuk achtergrondmuziekje. Even dat je denkt van, even spanning en sensatie opbouwen. Dus wij komen dat zwembad binnen en op zich zag het er in het eerste zicht gewoon fantastisch uit. Mooie vloer, alleen een beetje glad. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar voor de rest toppie. En wij dus eens eventjes rondgekeken. Een paar glijbanen gedaan. Goede glijbanen, goede familieglijbanen. Al had ik daar wat meer van verwacht. En
Nou, dat is interessant. Zometeen gaan we trouwens Q&A doen, dus het heeft eigenlijk nu nog weinig zin. En dat doe ik dan samen met de gaststreamer. Wil je dat doen? Je kan nog steeds aanmelden via Skype, hè? Even tussendoor. En daar hadden ze ook, dat is ook wel leuk, een gratis sauna en stoomcabine. Ja, dat is interessant, want dat hebben ze vaak niet bij een zwembad. En de Wildwaterbaan natuurlijk ook eventjes een kleine korte review over geven. Nou, Wildebaan, zeker wel de moeite waard om die te doen. Alleen, ik vind persoonlijk vind ik dan de opbouw wat minder van die Wildwaterbaan. Ik vind bijvoorbeeld die van Heidebos, die heeft dan meer opbouw. Dat vind ik dan wat fijner. Deze die gaat vrij snel naar het heftige toe. En dan zakt hij helemaal in naar bijna niks. En dan op het eind gaat hij weer wat wilder. Dat vond ik dan jammer. Er zit ook twee... Daar zit ook twee van die... er zitten ook twee heftige dorpels in de Wildwaterbaan. Waar je behoorlijk aan kan stoten. Dat is een middenpuntje natuurlijk. Twee mensen hebben toegevoegd op Skype. Dus twee mensen maken maar kans om de livestream te gaan doen. Samen met mij. Ja. Als je nog wil, dan kan je me toevoegen op Skype. De Patrick H. Voeg me toe op Skype. Ik geef je nog heel even de tijd. Nog een poosje. Ik ga vast eventjes wat vragen doen natuurlijk. Want er komen al een paar... Even kijken hoor. Ooit in Port Aventura geweest? Nee, leuke muziek. Ja, dankjewel. Heb je toegevoegd? Heb ik gezien? Bij Sky? Ja, dat, ik hoop dat hij een eindje is, Giovanni. Even kijken, hoe gaat het met jou nou? Met mijn heerlijk. Ik heb er zin in vanavond. Dat meen ik serieus in. En ook in de stream. Even kijken. Kermisfanaat is er. Interessant. Even kijken, hoe lang ben je al kermisfan? Dat is een interessante vraag. Dat is een hele interessante vraag. Giovanni Willemsje zegt Petrika. Nee, de Petrika. Met de TH ervoor. Gewoon hetzelfde naam als mijn YouTube-kanaal. Dat is interessant. Hoe lang ben ik al kermisfan? Ja, al een poos. Maar dat is echt gekomen toen ik in je rijbewijs zat. Ja, dan word je echt knettergek. Als je rijbewijs hebt, dat zou je misschien zelf wel merken. Ook als je straks hebt. Dan word je knettergek en dan wordt het alleen maar erger. Maar ja, kermisfan zit er al natuurlijk al langer in. Eerst raak je geïnteresseerd natuurlijk voor kermis. En later, wordt dat meer, wordt dat steeds meer. Hè? Dan, en voor je het weet zit je ook gewoon al bijvoorbeeld 2 uur van je huis vandaan kermissen te bezoeken. En dan op een gegeven moment wordt het een beetje te gek. En dan moet je eigenlijk zeggen, ik moet de rem in trappen. Maar ja, dat heb ik ook niet gedaan. Dus kermisfan zit er altijd al in. Alleen ja, het gaat pas uitbouwen als je wat ouder bent. Dan gaat het uitbouwen. Eigenlijk pas vanaf mijn 12e of zo, dan gaat het pas echt, ging het bij mij pas echt een beetje uitbouwen. Ja, daarvoor kom ik dan alleen op mijn eigen kermis. Het kermis en goes, ja, dat is dan gewoon 1 keer per jaar. En dan kan je hobby niet echt uitoefenen. Even kijken, ik moet eten. Tot straks. Ja, tot straks. Volgens mij heb je me wel toegevoegd op Skype, dus dat gaat dan ook niet lukken. Even kijken. Ga jij nog de tsunami, ik hoop dat je de toename bedoelt. De toename, als je die bedoelt, die staat al gewoon helemaal op mijn kanaal. Helemaal de on-right. Even kijken. Ik vind het een mooie toevoeging van de Nederlands, vind ik ook. Even kijken. Ik volg jou op YouTube en op Facebook. En ook op Insta, dat kan niet. Insta, dat kan niet. Want ik heb geen Instagram mensen, dat heb ik niet. Ryan is altijd kermis. Oké. Okay. Ryan Vreugdeheel, juist. Welke Nederlandse breakdance vind jij de beste rit te geven? Daar ben ik nog steeds niet over uit. Dat meen ik serieus. Ik twijfel tussen Boesveld en Zuidema. Zuidema is gewoon super rap, Boesveld ook. Maar ja, wie is de beste? Ik kan er nog steeds geen keuze voor maken. Dus en ik weet ook niet. Ik heb de tweede breakdance van Zuidema niet gedaan. Maar goed, dat maakt ongeveer ook niet uit natuurlijk. Want ik bedoel, dat zou ongeveer hetzelfde wezen. Zullen we eens even gaan kijken wie ik allemaal toegevoegd heb op Skype natuurlijk. Eventjes kijken. Juist. Giovanni Willemsen. Justin. Imthorn. Nou, wat een naam. En Ryan V. Eens even kijken hoe ik dat allemaal moet doen. Want mensen... Even kijken. Ik ga sowieso iedereen accepteren. Laatste kans om mij nog toe te voegen op Skype, de PTK. En dan ben jij misschien vandaag wel die gaststreamer van vandaag. Oei, 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 oei. En ja, anders kan je ook nog gewoon toevoegen voor de volgende keer. Hè? Dus even kijken. Wie gaan we vandaag eens even kiezen? Even kijken. Die Justin Imthorn. Volgens mij ben jij nu aan het eten en zo, dacht ik. Even kijken. Dus volgens mij kunnen we jou niet doen.
Als dat klopt. De tweede staat zeker in Arnhem. Ja, dat klopt, Giovanni. Ryan, die is offline. Even kijken, er zijn er twee online. Even kijken. Ik ga het eventjes kijken hoor. Dat is eventjes een moeilijke. Ik ga kiezen. Ik ga misschien proberen dat er twee te doen, mensen. Misschien wel even leuk. Nou, hier is er eentje heel fanatiek. Die gaan we doen. Ik ga het eventjes overschakelen natuurlijk. Even naar de tweede set. Kijk, mensen. Op. Juist. Dit is de set zoals ik hem in gedachten had, zo ongeveer. En ik heb daar plaats, zoals ik nu zie, voor één iemand in de stream. Dus we gaan één iemand uitkiezen. En er is net iemand die zegt van nou, ik wil wel. Ik kan mijn oordoppen niet vinden. Ja, dan gaat het ineens helaas niet lukken, Giovanni. Dus Giovanni wordt het niet. Dan wordt het Justin. Die gaan we even bellen en gaan we proberen die in de stream te krijgen. Even kijken hoor. Zo. Ik ben benieuwd. Interessant. Ja. En dan moeten we die nog proberen erin te krijgen. Dat wordt natuurlijk ook een heel... een hele klus. Laatste poging. Nou, dat is jammer. Dat is dus niet gelukt. Justin gaat het niet worden. Dan gaan we naar Ryan. Je moet wel oordoppen hebben hoor. Dat is even serieus. Even kijken. Hoppatee. Nou. Hoppatee. Hij gaat in ieder geval een paar keer over. Ik hoop dat dat ook te horen is. Hoppakee. Daar is die moet je natuurlijk wel even je webcam aanzetten natuurlijk. Mijn video is niet mogelijk, maar je moet wel even je webcam aanzetten hoe dat... even kijken hoor. Hallo? Ja, we hebben contact en ik hoor ook wat, maar... Ja, daar hebben we wat, maar zo, dat is slecht beeld. Ben ik te horen? Hallo? Ja, je bent te horen. Oké, okay, dat is interessant. Dan moet ik je nou even inkrijgen natuurlijk in de stream. Eens even kijken hoor. Dat moet ik eventjes lopen klooien hoor. Wacht, ik ga even de deur dicht doen, anders gaat het buiten. Dat is een goed idee. Even kijken. Zo. Een hele interessante rommel dit. Als goed, er moet er nu wat komen. Nou, dat is dat je zegt van interessant, hè? Even kijken. Je bent in ieder geval in beeld. Ik moet dat alleen nog even goed krijgen. Ja, ja. Zie je jezelf al? Ja, ik zie mezelf. Oh, er zit wel een vertraging in. Dat is wel jammer. Oh. Goed, daar kunnen we ook niks aan doen. Kan je ook de chat volgen? Ja, die kan ik volgen. Oké, dan gaan we eventjes... dan natuurlijk eens even beginnen met de Q&A. Dus heb je vragen voor deze meneer? Hoe heet je ook alweer? Ryan. Ryan, ja. Wat was YouTube? Altijd kermis, hè? Dat was mijn YouTube. Oké, okay. Heb je vragen voor altijd kermis? Nou ja.
Dan kan je dat natuurlijk doen. Ik moet even de Q&A aanzetten. Even kijken hoor. Juist, kijk eens, schitterend mensen. Kom maar door met je vragen. Kermis van Aad heeft al, wat vind je van mijn kanaal? Nou ja, dat kunnen we allebei wel beantwoorden natuurlijk. Ja, die kan ik. Ik vind het kanaal van Kermis van Aad wel leuk. Ja, ik ook. Interessant, oké. Even voor de mensen, even thuis, is het geluid van de gaststreamer van Altijd Kermis goed te verstaan? Dus laat het even weten in de chat, want het komt hier nogal hard door namelijk. En ik heb het idee dat dat veel te hard staat voor mij natuurlijk. Ja? Ja, ik heb het idee dat het iets te hard staat, maar goed, dat moeten we even aan de mensen thuis vragen natuurlijk. Oordoppen gebonden, zegt Giovanni Willemsen. Ja, gebonden. Vastgebonden? Dat wil je natuurlijk niet, vastgebonden. Zo, ik ga het eventjes een beetje de touw doen, want daar heb ik er weinig aan. Oké, mensen, kom maar door met je vraag. Wat vind jij trouwens van het kanaal van Kermis vanavond? Dat vroeg hij nog eventjes. Oh ja, ik ben ook geabonneerd en ik vond het best wel een goed kanaal. Oké, okay, kijk, dat wel iedere video. Oh, dat is interessant. Een beetje te hard hoor ik net, dus dan ga ik proberen dat zachter te zetten. Het is best raar om jezelf zo te zien. Het is slecht geluid hoor ik ook zelfs, dan moet ik eventjes verder kijken. Kijk hoor. Als goed zou het nu beter moeten wezen. Ik weet niet of er nog vragen binnenkomen. Dan kan je misschien ook gelijk beantwoorden. Want ik ben nu toch ook een beetje bezig. Slecht geluid. Ik hoop dat het zometeen beter is. Ik heb hem in ieder geval heel zacht staan nu. Even kijken. Hoe zie jij de Nederlandse kermis over 10 jaar? Ja, ik zie dat heel negatief in eigenlijk. Want het is nu al minder aan het worden. Ik hoop dat de crisis snel verbetert. Dat het snel ophoudt. Want anders heb ik het idee dat we over 10 jaar toch weinig kermis meer over hebben. En dat er veel dezelfde attracties hier in Nederland gaan reizen. En jij, hoe zie jij het? Ik ben er ook wel een beetje bang voor dat het steeds slechter wordt, ja. Oké. Okay. Ik hoop natuurlijk dat het goed blijft, maar ik vertrouw het niet helemaal. Nee, ik ook niet. En ik hoop ook dat het inderdaad wel wat beter blijft, ja. Zometeen hebben we concurrentie, ja, dat weet ik. En we gaan zometeen gaan we ook natuurlijk Raad Attractie Reflectie. En daar hoop ik natuurlijk dat het goed komt. En ik heb gezien, de kermis vanavond eventjes beantwoorden, dat, ja, dat hun een hele goede stream neer gaan zetten. Dus ik hoop dat zometeen nog kijkers overblijven. Ja, en anders is pech natuurlijk. Want dat, ja goed, dat is gewoon de Das Original. En ik weet dat als je op zaterdag gaat streamen, dat je daar gewoon recht tegenover zit. En er is niks, niks mis mee. Maar ja, je moet wel proberen de kijkers te houden. Maar misschien is het een idee voor alle kijkers die zometeen ook naar die stream willen gaan kijken. Om ja, ook deze stream aan te houden. Want je kan ook bijvoorbeeld ja, een beetje de hoogtepunten van beide streams bekijken. Ja, dat is een tipje mijnerzijds natuurlijk. Want ik snap dat die andere ook leuk is. Even Christian Polman, een keker. Ik ken geen keker. Ik weet niet of je een shaker bedoelt, maar ik zou het niet weten. Dan moet je eventjes wat duidelijker wezen. Ik was in Arnhem en ik moet zeggen dat de tweede breakdance van Zuidema monsterlijk goed is. Oh, ik heb die nog niet gedaan. Ik denk dat ik die in Terneuzen ga doen, want in Terneuzen komt die waarschijnlijk. Tenminste, dat heb ik gezien via een videootje. Dat daar waarschijnlijk de tweede breakdance komt. Maar ik heb de eerste breakdance wel al een aantal keer gedaan hoor. En die is natuurlijk toch wel goed. In de rit en in de show zelfs. Ik loop echt heel erg achter. Oh. Dat zie ik zo in de stream. Ja, maar de stream loopt sowieso achter hoor. Ja, maar ik loop ook achter op wat jij zegt. Ja, dat klopt ja, want ik weet niet hoe het komt. Ik heb dat inderdaad ook gezien, ja. Dat je behoorlijk achterloopt, ja. Oké, dan pak ik de stream even alleen over.
Kijk, ik zal even die Skype ook wat zachter zetten, want... Ja, Joris is er ook. Fruit Eiland, ook een stream, hè? Wat vind je van de kermis in Tilburg, die dit jaar plaatsvindt? Ja, veel dubbele attracties. Dat heb ik natuurlijk ook al vaker gezegd. En ja, dat is dit jaar niet anders. Alleen ja, er zijn wat bijzondere attracties bijgekomen. Waaronder natuurlijk de Ghost Rider en natuurlijk ja, de XXL Afterburner. Die apres-ski dingen. Maar ja, daar staan dan tegenover weer een heleboel andere afterburners en schommelapparaten. Dus ja, kwalitatief nog steeds niet goed, maar er zitten wel een paar bijzondere attracties natuurlijk bij. En dat maakt het wel interessant natuurlijk. Hardstyle, hardcore, dat gaan we niet doen. De eerste is niet te vergelijken met de nummer 2 van hem. Oh, de tweede is vele malen beter. Ja, ik heb wel filmpjes gezien en daar denk ik ook wel van ja, hij is wel behoorlijk rapido. Een kieker, ik weet dus niet wat dan een kieker is, hè, Christian Polman. Tilburg komt de Husboost, ja ja, de Ghost Rider. Ik ben erg benieuwd, ja, ja, hij komt ook in Weert heb ik begrepen. Dus wil hem nog een keer zien, dan kan hij natuurlijk naar Weert. En hij heeft natuurlijk een paar jaar geleden al in Weert gestaan. Dus dat is natuurlijk interessant en daar gaf hij behoorlijk goede ritten weg natuurlijk. Even kijken, ja, ik hoop dat er wat vragen zijn natuurlijk. Ja, het is nog niet echt dat je zegt van nou, dat het lekker loopt hè. Ja, deze is natuurlijk ook al, om eerlijk te wezen, de gastriem is ook alweer voetsie hè. Natuurlijk ook lekker fijn. Ja, toen als booster, dat klopt inderdaad. En nu als Ghost Rider met een Nederlands operator toen. Ik ben benieuwd hoe ze dat nu gaan doen. Ik heb €31 aan de breakdance uitgegeven. Ja goed, als je dat je favoriete attractie is, dan moet je dat er zeker voor over hebben. En dan zou ik het er ook wel voor over hebben natuurlijk. En ik krijg nog 3 ritten gratis. Oh, dat is natuurlijk voor grote gezinnen korting. Grote gezinnenkorting. Grote gezinnenkorting. Ja. Ja, dit wordt inderdaad vermoeiend. Ik heb nog even iemand gezien. We gaan even een nieuwe gast denk ik doen. Want dit wordt helemaal niks. Even kijken. Er is nog iemand bijgekomen. Die ik eventjes... we gaan deze maar eens even bijeindigen. We gaan een nieuwe gast doen. Want dit helpt geen reet. Even kijken hoor. Even kijken, daar gaan we even. Ja, hij belt weer terug, maar dat is even per maan even naar een ander, want dit wordt gewoon zo vermoeiend. Als je nog kijkt, het spijt me geweldig, want ja, je was er weg en de mensen vonden het een beetje dat je zegt van nou, niet helemaal super. Ja? Hallo? Ja, we hebben geen beeld. Ah, daar komt wat. Ja, er is wat. Ja, je was weg. En dat, ja, dat vonden de kijkers niet zo heel fijn. Ja, mijn vader riep me. Hij zei dat er eten was, maar ik zei, ik hoef niet, want ik zit op de stream. Oké, okay, ja goed, als je straks nog een keer weg moet, ja dan... Zo toch iemand anders pakken, denk ik, zo meteen, om dat op te vullen. Want anders is het elke keer een leeg gat, ja, dus dan zitten mensen naar een bankstel te kijken. Dat is natuurlijk ook een beetje raar. Even kijken. Even kijken, wat is er hier nou allemaal, Ben? Ik heb weer wat gemist. Ik ben er weer gemist. Ik kon gast zijn. Ik ben er weer, maar zit niet meer in de stream. Oh, juist.
Mag ik kaas? Ja, tuurlijk, je mag kaas. Pak maar. Even kijken. Ik zie dat jij mij probeert te bellen. Ja, dat was al geweest. Ik wilde overschakelen van gaststreamen, maar dat is al gebeurd. Ben jij ook klant dan? Ik ben zeker klant. Ik ben overal klant. Even kijken. We gaan zo meteen, ik wil om 8 uur raadattractie en verlangsje doen. Dus zeer zeker blijven. Je snapt natuurlijk wel waarom om 8 uur. Ja, er is natuurlijk een andere stream ook bezig en daar moeten we natuurlijk even wat goeds tegenaan zetten, want anders ben ik straks iedereen kwijt. Dat moeten we niet hebben. Ja, dus het gaat allemaal over de breakdance van dingetje. Van Zuidema. 40 euro ben je om uit te geven. Heb je dat allemaal... Dat heb je niet allemaal opgemaakt dan, Giovanni. Zeg, Giovanni, je hebt toch wel de chaos gedaan, hè, daar in Arnhem. Remco Junius, die gaat even lekker koffie halen. Nou, lekker. Ik zou het niet kunnen, s'avonds, want dan slaap ik helemaal niet meer. Kijk, er komt wat tussendoor. Even kijken. Ja. Kermisgekte. Kermisgekte, die is ook nog steeds aanwezig, maar die... Liever No Limit of Eclipse? Ja, dan ga ik eigenlijk wel voor de Eclipse, hoor. Ja? Waarom? Ja, die... ja, ik weet niet, maar ik heb ze allebei gedaan. Ik vind gewoon de Eclipse wel... Ja, hij trekt ze lekker door. Hij trekt lekker door? Oké. Okay. Ja, maar ik denk dat de No Limit toch wat heftiger is. Ja, ik heb ze geen een van tweeën gedaan. Maar ik denk dat de No Limit wat heftiger is, omdat hij kleiner is. Oké. Okay. Even kijken, even een kleine mededeling. Jeffrey Hyen, die komt op Koningsdag voor met... Dat zijn eerste kermis. Met de breakdance zeker. Even kijken hoor. Zal de breakdance wel bedoeld worden? Dat is een nieuwe breakdance voor Heijen. Die zit in België. En daar staan altijd Belgen, zegt dan de Fairground Fireworks Master. Maar dat is in ieder geval een mooie breakdance die met de kruis omhoog kan. Dat is interessant. Dus als je daar in de buurt bent. Even kijken in Voorschoten. Dan moet je daar zeker even naartoe gaan. Dat is interessant. Is voor mij van Tsjechische makelarij. Nee, er komt geen shake reizen voor zover ik weet. In Roosendaal komt de shake van Lioness waarschijnlijk. Dus die wilde vorig jaar ook al met een Nightfly komen. Alleen die kon toen niet komen dus. En die wil nu met de shaker komen. De shake and roll. Ja, daar kwam de XXL inderdaad voor, ja. En want de Nightfly die had toen ja, de pannen en die is inmiddels alweer weg. Net als de hoop. Nou, dan ga ik toch van das over. Oh, ik ga s'nachts lekker dromen. Nou ja, ik heb het niet zo van die loopattracties. Dat vind ik helemaal niks. Maar het is wel een schitterend ding natuurlijk om van buiten te zien, hè. Het beeld van Skype blijft stilstaan. Ook een heel raar beeld zo. Ja, ik kan er ook niet aan helpen. Problemen met de internetverbinding. Ik hoop niet dat we eruit liggen. Ja, problemen met de internetverbinding. Als het goed is zijn we nu weer online dan. Kijk, ja. Ik zie je wel weer. Ja, hij gaat nu weer goed. Dus als het goed is moeten we nu weer online zijn. Ik hoop niet dat het aan blijft. Ja, vorige keer was dat ook weer dat hij offline ging. Dat is mijn internetverbinding een beetje te vaag.
moeten we natuurlijk niet te vaak hebben. Kijk, hij doet het weer. Nee, het was geen prank. Zeker niet. Normaal kijk ik vanuit zon, maar ik ben wel. Oké. Ik moet zelf even wat doen aan het Skype-geluid, want ik hoor het zeer slecht. Ja, ik zelf hoor het heel slecht. Daar kan jij weinig aan doen, denk ik. Even kijken hoor. Is het nu beter? Ja, ietsjes. Gaat het zo meer door of niet? Ja, het gaat wel iets beter, ja. Ik hoor de jongen niet. Ik ben slecht, hoe kan dat nou toch? Dan zal ik even kijken of ik hem iets harder kan zetten. Ja, dat zou kunnen. Ik ga even kijken. Zo. Even kijken. Doe nog eens even ietsjes zeggen. Ja, dat is mijn geluid is nu een stukje beter. Ja? Ja, ik hoop niet dat hij overstuurt in het programma. Doe nog eens een keer. Hallo. Ja, dat is een stuk beter, denk ik, mensen. Ja. Stel je vragen nog steeds in de chat, mensen. En als je nou zegt van nou, ik heb een vraag gericht aan iemand. Doe het er even bij, altijd kermis. Of natuurlijk ik gewoon. Je kan natuurlijk ook nog even liken op de Facebookpagina. Wat zei je? Mag ik ook nog wel een vraag aan jou? Dat is interessant, ja. Ik weet niet, mezelf was misschien wel vaak gesteld zijn, maar hoe ben je eigenlijk op de naam Patrick R.H. gekomen? Ja, ik heette op forums vroeger Patrick R.H. en ik wilde een YouTube-kanaal die hetzelfde heette. Alleen, ja, die was niet meer vrij. En toen, YouTube deed een voorstel, zeg maar, dat doen ze altijd. En dan werd het de Patrick R.H. En toen is de Patrick R.H. gekomen. En ja, ik wilde gewoon bekendheid hebben vanuit de naam Patrick R.H. Dus daarom heeft ook niks met kermis te maken, ik weet het. Nee, dat doet daarom ook. Ja, maar het is wel anders dan anders. Anders als anderen. Want ja, de meeste kermiskanalen zijn echt kermis. Maar die doen ook andere dingen daarnaast. Bijvoorbeeld vuurwerk of weet ik het, zwembaden, pretparken. Maar ik ben vrij om alles te doen. Dus dat is wel een voordeel. Dus als ik nog ooit eens zeg van ik ga vloggen op dit kanaal, dat kan ook. Ik kan eigenlijk alles doen. Kermis vanavond weer terug, interessant. Ik ga even kijken of de achtergrondmuziek nog doorloopt. Ja, dat is interessant. Vorige keer was mijn achtergrondmuziek slecht te horen. En ik hoop dat nu wel wat beter is, want ja, op de een of andere manier zet het programma hem automatisch zachter neer. Dat is gek. En dat moeten we natuurlijk ook niet te veel hebben. Mijn kennis is een beetje donker. Zal ik even het licht aanzetten? In principe, volgens mij is het in de stream wel redelijk hoor, maar ja, het licht is altijd goed. Ja? Oké, okay. Ja, dan goed. Ben ik eventjes een paar seconden weg. Oké. Okay. Ga je ergens in op de kermis? Ja, zeker, maar niet altijd. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Ja, je moet het een beetje leuk houden, hè? Je moet niet elke keer te veel willen. Beter? Dus beter. Dus ik ga niet altijd eraan zitten, maar soms wel. Bijvoorbeeld in Geleen was het de Air One Max. Ook niet elke kermis, maar goed, je moet het een beetje leuk houden zoals ik zeg. En hoe is dat bij jou? Ga je altijd ergens in of ga je ergens in op de kermis? Nou, als ik op de kermis ben, doe ik altijd wel één attractie. Bijvoorbeeld, ik ga dit jaar weer naar Etten-Leur, want mijn oma woont daar. Dus ja, dan doe ik hem gewoon. Daar ga ik ook naartoe, ja. Maar daar staat dit jaar de Rocket en de Project 1 en die ga ik wel doen, want die ben ik allebei nog nooit tegengekomen. Allebei nog nooit tegengekomen? Nee. Oh, de Project 1 heeft toch wel zijn roos daar gestaan? Ja, volgens mij was ik er dat jaar niet. Oké. Okay. Normaal ben ik er wel, maar dat jaar niet volgens mij. Oké. Okay. Klopt dat jij muziek aan hebt staan? Weet ik niet, misschien komt dat van buiten. Doe ik even de deur dicht. Oké. Okay. Dus ze hebben open laten staan. Ja, en ik hoor ineens andere muziek en dan gaan de mensen twee muziekjes door elkaar horen.
Venray staat niet op programma dit jaar. Misschien in combinatie met Eindhoven. Peter? Heb je op de kermis gewerkt? Vraagt Remco Jurjens. Ik heb nooit op de kermis gewerkt. Ik zou misschien nog wel eens een keertje een dagje voor de Leuterheim mee willen lopen. Maar, ik niet. Zou jij ooit op de kermis willen werken of heb je dat ooit gedaan? Nou, 12 jaar denk ik dat je er wel iets te jong voor bent. Maar ja, ik zou het wel misschien als vakantiebaantje willen of zo. Oké. Hoeveel reviews komen er nog van jou? Vraagt Christian Polman. Ja, dat weet ik niet. Zoveel kermis ik doe, zoveel reviews komen er vaak. Dus dat kunnen er nog heel veel wezen. De Rocket is een monsterattractie. Ik heb met de exploitant gesproken. Hij zegt dat hij er alles aan doet om een goede rit te geven. Ja, maar dat doen ze allemaal, Giovanni Willemsen. Ze doen allemaal hun best om goede rit te geven. Logisch. Ja, anders heb je niks. Dat heeft geen zin. Krijg je toch geen publiek. Ga je naar Düsseldorf, vraagt kermisgekte. Misschien, heel misschien. Ik heb er wel aan zitten denken. Maar het zit een beetje met Tilburg, Uden in de knoei daar, een beetje in die hoek. En er zitten hier in Zeeland zijn ook nogal behoorlijk wat kermissen. Dus ik weet het niet. Krijg je vaak gratis ritten, vraagt kermisfanaat. Nee, ik heb het één keer aangeboden gekregen, maar afgeslagen. En ik heb daar een hele normale reden voor. Ik vind dat iedereen moet betalen, of je nou een YouTube kanaal hebt, of je bent kermisfan, maakt helemaal niet uit. Je moet gewoon altijd betalen en dat was toen bij de chaos en dat heb ik toen ook uitgelegd. Heb jij dat ooit gehad? Nou, niet echt dat ze zeiden van je mag gratis, maar wel gewoon is dat ik, dat was volgens mij bij de Flying Jump. Toen waren ze me gewoon vergeten, toen zat ik met een vriend van mij en die wou zeggen van hier heb je de kaartjes. Dus ik zei nee, die zegt dat ik het nog een keer. Oké. Ja, bij mij hebben ze ook een keer vergeten bij de breakdance van Zuidema. Dat was in Vlissingen afgelopen jaar. Ja, toen was het een beetje druk en in de drukte waren ze één grond al vergeten, dat was ik. Dus ja, dat kan ik nog een keertje. Mijn droom is om met de kermis mee te reizen, zegt Giovanni Willemsen. Oh, dat is een hele mooie droom. En misschien komt hij ook natuurlijk pas uit. Dat is ook wel een van mijn grootste dromen. Om op de kermis te reizen. Ja, dat lijkt me wel heel leuk. Gewoon door heel Nederland en andere landen misschien wel ook reizen. Gewoon mee attractie. Mensen vermaken. Ja, mensen vermaken is altijd leuk natuurlijk. Maar ik denk dat het ook een beetje saai wordt op een gegeven moment. Als je altijd maar bij dezelfde attractie bent, dat het op een gegeven moment een beetje saai wordt. En dat je dan beter gewoon een YouTube kanaal kan hebben. Want dan ben je een beetje op alle kermis en ben je niet vast aan één attractie. En dan blijft het leuk, hè. Dan kermisfan, dan kan je zelf bepalen, hè. Heb bij de Swingmill gewerkt en bij de Flying Bob, zegt Remco Jurjens. Is dat lang geleden van die Flying Bob, Remco? Even kijken, niet allemaal. De Snowjuffer van de Veen geeft echt dramatisch slechte ritten voor een prijs van 3 euro. Ben ik met je eens? Ik kreeg vorige keer een vraag via YouTube binnen van waarom ga je niet onride in de Snowjet? Dat is heel simpel. Ik vind de Snowjet veel slechter dan bijvoorbeeld de Swing Bob en dan pak ik liever de Swing Bob. Dus daarom. Maar ik vind de Snowjet wel mooier. Je kan ze niet echt met elkaar vergelijken, omdat bij de Snowjet zit er nog een kap op, hè? Ja, dat is wel waar. Dus dat kan je niet helemaal vergelijken. Ik vind Swingbob vind ik ook wat hebben. Maar ik vond hem vroeger iets mooier met de andere achterwand. Ja, dat is persoonlijk misschien. De Swingbob, dat is toch die van Mobile? Ja, die vind ik veel beter. Die gaat eerst achteruit en die zit ook meer variatie in. De Snowjet gaat alleen maar vooruit. En die geeft alleen maar op het einde een beetje gas. En dat is bij de Swingbob veel vaker. Dat je meer afwisseling krijgt. Ik heb hem 3 jaar geleden of zo wel eens gedaan. En toen ging de Snowjet ook achteruit, hoor. Ben je dan niet in de war met de IceJet? Nee, dat was wel die van der Veen. Oh. Nou, ik heb dat nog niet veel gezien. Dat is een tijdje geleden. Oké, zegt Remco Jurjens. Ga je dit jaar naar Uden of Wijchen? Uden sowieso. In combinatie met Valkenswaard die dag. Oh, 13 jaar terug, Remco. Oké, dan heb ik niks gezegd. Ik wou vragen of je ook in Goes was geweest, want daar heeft hij ook wel eens gestaan, maar dat is dus niet zo. Heb je werk? Vraag Kermis vanavond. Ik had eerst vast werk. En ben toen, was bedrijf failliet gegaan. En nu doe ik, ik kon kiezen of een uitkering.
En dat zou dan nu bijstand geweest zijn. Nou, bijstand, daar wil niet in komen. Ja, of iets anders verzinnen. Toen heb ik wat anders verzonnen. Dus ik doe nu een krantenwijk, 's ochtends vroeg. Idioot vroeg. En ik doe post rondbrengen. 2 keer in de week. Dus dat is het werk. En ik hoop zo snel mogelijk weer gewoon normaal werk te hebben. En dat liefst in de bouw. Dus ik was eerst een metselaar. Over werk gesproken. Ik zeg altijd tegen mijn vader en moeder van ja, ik wil zo graag op de kermis reizen en zo. Maar dan zeggen ze altijd, is het nu beter voor jou om attracties te gaan ontwerpen of zo? Want ik ben soms gewoon echt uren bezig met Lego en Knex om attracties te maken. Ja, maar attractie maken heeft natuurlijk ook wat te maken met het motorische gedeelte. Ja. Dus daar moet je wel behoorlijk wat opleiding voor hebben. Maar het kan natuurlijk wel, want je hebt hier KMG. Mondial, maar Mondial doet volgens mij niet veel meer. Maar KMG, dat is natuurlijk wel een schitterende fabriek. Mm-hmm. De Flying Jump vindt hij mooi qua licht als toen. Nu, zegt Remco Jurriens. Ja, een hele mooie restart geweest vind ik ook inderdaad. Ik ga proberen om volgend jaar het record te verbreken die ze dit jaar in Uden gaan zetten. Ja, well, je kan ook gewoon dit jaar meedoen natuurlijk met dat record. Ik ga daar natuurlijk, kom daar nog terug op in het kermisjournaal. Die is voor mij nog niet online gekomen. Heb ik al wel opgenomen. Dus inderdaad dat het kermisforum die wil iets gaan doen qua record. Maar goed, daar kom ik later op. Daar ga ik nu niks over zeggen. Je spreekt het uit als Wiegen. Oh ja, ja natuurlijk. Ja, uitspraak is bij mij niet altijd super. In Uden gaan ze 6 jaar lang non-stop in een attractie zitten. En even kijken, volgend jaar minimaal 7-8 uur in de Brainers van Zuidema. Veel succes, jongen. Ik ben benieuwd hoe het eruit komt, stelt Giovanni. Dat gaat dan wel heel veel geld kosten. Hoeveel zou dat zijn? 7-8 uur in een breakdance. Ja, dat is. Dat is behoorlijk. En als die dan 7 uur kost ongeveer. En dan draait 4-5 minuten. Ja. Ben je behoorlijk wat geld kwijt, hè? Zuidema wel wat langer, hoor. Zuidema zit soms aan de 6 minuten, hoor. Ik heb wel eens gedaan en toen. Dat was in. Ja, ik weet niet meer waar dat was. Maar toen zat ik erin en toen kwam ik eruit. Toen zei mijn moeder van. Zo, je zat er al 10 minuten in. Dus die was echt gewoon 10 minuten lang, maar dat was omdat dat was echt de kermis, die was 10 minuten open of zo. Okay. En ik was de enige. En welke breakdance was dat? Ook Zuidema. Oh ja, Zuidema geeft echt soms echt lang ritten, zeker als het niet druk is. En zeker als Zuidema er zelf achter zit, dan geeft hij echt soms lange ritten. En ook gewoon best lang hard hoor. Het is flying bob, geen flying jump, ja. Dat is foutje, die haal ik wel varen door elkaar. En dat komt gewoon niet omdat ze op elkaar lijken natuurlijk, maar het is gewoon omdat ja, de woorden liggen kort bij elkaar. Ik weet niet of het gevraagd is, maar wat is de leukste kermisattractie? Ik vind de leukste kermisattractie vind ik nog steeds de chaos. Dat is omdat daar maximaal uitgehaald wordt. En weet je wat ook een goede is en goede blijft, is natuurlijk de Tower. Wat vind jij? Ja, mijn lieveling zijn eigenlijk wel de propeller en de soundmachine. Ja, de propeller, die reist niet veel meer in Nederland natuurlijk. Nee, maar toen hij nog XXL was, vond ik hem echt heel goed. Ja. Ik heb hem 4-5 keer gedaan of zo. En de showmachine, dat blijft toch eigenlijk wel mijn favoriet. Ja, dat is ook natuurlijk een goede. Ja. En natuurlijk apart, hè? Dat zijn aparte attracties. Die twee, die zijn er niet veel. Maar ik heb het idee dat de Propello nu betere ritten weggeeft. Ja, het kan ook gezichtsbedrog zijn. Toen die XXL was. Als de XXL, ja. Dat denk ik ook wel. Ja, zo lijkt het, want ik heb hem in Genk gezien. En, die Duitsers die draaien toch wel wat stellen ermee, hoor. Ja, maar goed, het is dezelfde eigenaar gewoon. Ja, dat is waar. Ordelmans is zelf nog steeds achter de knoppen, dus. Maar hij was toch ook van Blum? Ja, maar die doet alleen maar mee exporteren. Die zit niet in de. Die doet de attractie niet draaien of zo. Want in Genk zat gewoon Ordelman erachter. En die werknemer dus. Ordelman doet gewoon alles, maar. Ja, Blum doet mee exporteren. Ik denk eigenlijk dat het een soort van strategie is om op Duitse kermissen meer bekend te worden. Denk ik hoor. Denk ik ook wel, ja.
Tenminste, dat lijkt mij een van de beste redenen die ik zo even kan bedenken. Ja, ja, ja. Zijn er nog nieuwe attracties op, in opkomst op de Nederlandse kermis? Ja, de Infinity van Hoefnagels, maar ik weet niet of die in Nederland gaat reizen. Nee, vooral Duitsland. Maar dingen wel, Geres, maar ik weet ook niet of die veel in Nederland gaat reizen, die krijgt een de Panorama. En dat is een 40 meter hoge zweefmolen. Een soort van around the world. Maar dan ik... uitklapbaar. Ik had wel iets gehoord of zo van de, als de, dat, hoe heet het? Dat de Infinity naar, hoe heet het? Naar Uden zou komen of zo. Zoiets had ik ergens gelezen. Ja, ik weet niet of dat waar is. Nee, dat kan niet, want die staat dan in die tijd staat hij in, hoe heet dat ook alweer? Sowieso doet hij Düsseldorf. En, ja, dat is waar. Duren doet hij in Duitsland, dat is ook rond die tijd. Dus ja. dat is niet helemaal waar. Ja, ik had het wel ergens gelezen, dus... Oké, en er schijnt ook nog een nieuw reuzenrad te komen, tenminste, daar waren geruchten van Rechter. Ja, van maar, Rechter, ja. Ja, dat weet ik ook niet of waar is, want die hebben vorig jaar nog eens een keertje op de kermis Oostende gestaan met, hoe heet dit, de Lane Nautilus. Alleen, ja, die reist ook al niet meer. Die staat ook in de verkoop. Kermis vanavond zegt de Zuiderman nog nooit tegenkomen. Nee, dat weet ik. Dat heb je toen een keertje gezegd in een of andere review, ja. Ja, die, dat is echt een goede breakdance. Dus, ja, ik twijfel tussen Boesveld of Zuiderma. Beste breakdance van Nederland. Ja, mooiste vind ik zelf Zuiderma. En de snelste is van Zuiderma. Ja? Ik vind de mooiste ook Zuiderma. Ik vind de mooiste vind ik Boesveld gewoon. Omdat hij gewoon schitterend gespoten is. De tweede breakdance van Zuiderma is Ex Snyder. Ja, dat weet ik. Die heeft in Duitsland gereisd. Wat vinden jullie van de X-Factor? Even kijken, is dat de X-Factor de WIP? Of is dat de... de Belgische X-Factory. Trouwens, Peter L. die zegt, Rechter had het Lambrink rad gehuurd van een Fransman. Oké, voor Den Haag. Oké, nou weet je dat ook weer. Dat reuzenradje van de Marel, maar daar hang je met je benen uit. Dat klopt, ja. Oh, de WIP. Ja, ik vind hem minder geworden bij... bij de Porter. De Porter. Dan bij Boesveld. Dat is een persoonlijke mening. Ik vind hem iets minder gaan draaien. In maar hij blijft wel de mooiste. De X-Factory. Ja. Ja, dat vind, ja, ik vind dingen ook wel mooi. De Street Dance vind ik ook wel mooi. En de Crazy Beans Party vind ik ook goed. Mooi. Ik vind met Boesveld betere ritten, zegt Giovanni Willemsen. Oké, ja, ik twijfel daar nog steeds over. Ik vind ze allebei goed. Boesveld vind ik soms een beetje eentonig. Dat je denkt van ja, hij doet telkens op dezelfde manier terugdraaien met de schijf. Waardoor die gondels steeds dezelfde slag krijgen met de neuzen naar binnen. Ja, dat is iets wat toch een beetje... Ja, dat heeft Zuiderma heeft wat meer variatie in het terugdraaien van... de schijf, vind ik. Die van Boesveld was, zegt Remco Jurjens. Ik heb dat ook gehoord, die waarschijnlijk dus toch van de Voer is. Maar dat heb ik nooit bevestigd gekregen. Ik weet niet of Remco Jurjens daar iets meer over weet te vertellen. Daar ben ik natuurlijk altijd in geïnteresseerd. Waarom gaan de meeste... Super? Ja, ik denk dat het een super kermisattractie. Ja? Van Nederland allemaal naar Duitsland. Ja. Weet ik eigenlijk ook niet. Ja, ik denk dat er gewoon beter geld te verdienen is. Ik was een poosje geleden was ik in Gelder. Als je ziet hoe druk het daar is, er stond gewoon een rij voor een breakdance. Ja, niet normaal gewoon. En ik denk gewoon dat Nederlandse kermissen gewoon te slecht verdienen. Ja, dan zie je dat er een rij staat voor een breakdance. Dan zie je in België bij de dikke, dat is ook best vaak, hoor. Ja, maar ook wel wat minder als in Duitsland, hoor. Duitsland is echt idioot. Ik heb nog nooit zo'n grote rij voor een Akasa zien staan.
Ben je wel eens in het zwembad Aqua? Ik heb wel eens een filmpje gezien en dat vond wel een rij. Bij je Decadence? Ja. Ja, dat heb ik nog nooit gezien, maar dat zou kunnen. Hoe spel je Euro City? Was waar. Ja, je had het misschien over de X-Factor. Ja, die is niet meer van Boesveld, nee, dat klopt. Ook dat had je het over de Future Dance had, sorry. Die Duitsers krijgen niks. Het zijn gewoon Nederlanders die naar Duitsland gaan om daar meer te verdienen. Ja, dat is de... Ik denk dat er meer te verdienen is. Want bijvoorbeeld, Hoeveel Nagels is ook gewoon een Nederlander. Die reist volledig in... Ja, die reist met de booster daar ook, hè? Ja, met de booster ook inderdaad, ja. En Dingen natuurlijk ook veel, Sipkama met de Geistervilla. En Spuk. Die zitten natuurlijk ook heel veel. Ja, de No Limit zit ook veel in Duitsland. De enige keer dat ik die booster van Hoefnagels helemaal gezien heb, was in Uden. Ja, ik ook in Uden, ja. En daar was ik er niet van overtuigd eigenlijk dat hij zo goed was. Want ik vond hem niet zo'n beste rit, want hij ging maar één kant op. En ik heb hem ook in Eindhoven gezien, toen ging hij ook maar één kant op. In Duitsland zijn er maar 4 boosters ofzo. Wat zei je? In Duitsland zijn er maar 4 boosters ofzo. Niet veel meer. Nee, niet veel, nee. Er zijn er nu wel iets meer als vroeger. Maar niet zoveel, nee. Bij breakdance moet je bijna vechten voor een rit als het druk is. Ja, dat had ik ook bij Dreyer. Zo, ja, dat was niet normaal. Ik heb 4 ritten moeten wachten, joh. In Weert dan. Ja, Weert is toch altijd druk. Roosendaal zijn ook van die drukke dagen. Ja, ook ja. Haunted Mansion, daar is natuurlijk ook veel in Duitsland. Ja, dat klopt. Waarom geven Duitsland die attracties die bij hun niet echt goed zijn, lopen aan Nederland? Zo, dat zijn zinopbouwen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, omdat ze hier zelf nog wel genoeg geld mee kunnen verdienen natuurlijk. En daarom doen ze hem niet weg. Dat lijkt me logisch natuurlijk. Zometeen gaan we natuurlijk... Ja? Niks, laat maar. Oh, ik dacht dat je wat wil zeggen. Zometeen gaan we natuurlijk raadattractie met Van Actie spelen. Ik weet niet of jij ook al wat attracties in je hoofd hebt. Ik doe dat altijd gewoon een beetje uit mijn hoofd. Dat is omschrijven. Je omschrijft een attractie en de mensen moeten raden welke attractie het is. Ik weet niet of jij een beetje... Moet ik er ook een paar omschrijven? Ja, een paar zometeen. Ja. Dat zou wel leuk wezen, ja. Hoeveel? Ja, dat we er een totaal een stuk van 10, een stuk of 10 doen of zo. Ik kan al iets van 3 doen? Ja, of 5 om 5. Ja, oké, best. Maar dat doen we straks hoor, zometeen. Want er komen nu nog wat vragen binnen. Ja, het is nog niet precies 8 uur. Als ik de breakdance zie op de kermis, dan lijkt hij minimaal 20 euro rijker aan mij. Oké, ja. Ik snap hem niet. Ja, ik heb wel een beetje... Ja, hij gaat er dan snel in, zeg maar. Hij wil er dan in. Als hij een breakdance ziet, wil hij erin. En dan geeft hij geld uit. Een beetje verslaafd aan breakdance, een soort van. Ik vind de mega booster flink achteruit gaan, vind ik echt mooi. Ja, vind ik ook wel. Ja, hij heeft trage ritten, hè? Ja, heel traag. Ik heb een filmpje gezien uit Deurne, volgens mij. En dan draait hij heel even vol gas en dan draait hij gelijk weer terug. Ik ben hem eigenlijk een stuk of 5-6 keer tegengekomen, maar hij heeft Je valt steeds een beetje weg. Ik weet niet of dat aan jou ligt of aan mij, maar... Je valt, En de muziek is bij mij ook heel hard. De muziek is hard? Heel hard, ja. Ik weet niet of dat ook zo is op de stream. Ja, ik denk het niet, want ik hoor niks erover. Nee? Ik heb hem nu iets zachter gezet. Ja, nu klinkt hier ook wel wat beter. Oké. Het ziet er ook slecht uit, zegt Remco Jurgens, de Mega Booster. Ja, hij mag wel wat onderhoud hebben, ja, maar... Heel slecht vind ik hem dan ook weer niet uitzien. Want bijvoorbeeld de booster van Korte, die zag er wel wat ietsje minder uit. Maar goed, die ritten waren wel top. En dat vind ik bij de Mega Booster wat minder. Hoe laat ga je echt door met streamen? Maximaal tot 12 uur. Maar je hoeft niet tot het einde te blijven, want ik kan nog een keer wisselen als dat moet. Maar dat is maximaal, want misschien zijn we al veel eerder klaar. Normaal gesproken heb ik ook al een soort van planning en dan zijn we altijd veel eerder klaar. Dus dat.
Je ziet wel een paar die er net waren en die, nu, filmen, die je nu veel minder ziet. Want over 1 minuut begint, je weet wel. Ja, ik weet het. Dat wist ik van tevoren ook al heel goed. Helaas. Gaan de namen niet zeggen. Wat zei je? We gaan de namen niet zeggen, anders gaan ze het allemaal opzoeken. Ja, nee, ja, goed. Die weten dat toch wel, hè? Ja, de meesten zullen het wel weten. Ik blijf in ieder geval leven. Hij kraakt bij mij heel erg. Hij kraakt heel erg. Oké. Okay. Kermisree is online. Dat is leuk. Even kijken. Er loopt hier wat vast. Hij loopt vast. Ja, hij liep even vast. Ik hoop dat we nu weer terug zijn. Ik ga het even weer met de Ryan even terugbouwen. Even kijken. Hij liep even vast, mensen. En ik moet er even naar gaan. Ik moet er even voor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Het is toch even het internet dat er even wat zwakker wordt en dan wegvalt. Ik hoop dat hij dan weer online is. Ja, het zal even duren. Even kijken. Zolang de soundmachine en de Toonami en de X-Factor, de Jumper Jumper, maar hier in Nederland blijven. Ja, die kunnen natuurlijk ook zo wegwezen. Zo, ben ik weer. Ja, we hadden weer eventjes een soort van storing. Ja, ik dacht eerst dat het aan mij lag. Nee, dat lag echt lag aan mijn internet. Het viel er even uit en dan is het er gelijk over en uit. Kermisreden, het ligt echt aan mij. Dus pak je maar goed internet, dat heeft geen enkele zin. Want mijn internet lag er gewoon heel even uit te komen. Ik heb wifi en ik zit boven op zolder. Dus dat is best een stuk om te doen. Om af te gaan. Dus ik hoop dat het beter is. En misschien zit er beneden ook nog iemand op het internet. Heb jij die van Christian Polman al gelezen? Ja, die heb ik al wel gelezen, ja. Dat klopt, ja. Ja, want ik zag jou net al praten toen ik nog niet in de stream zat. Ja, maar dat kon je natuurlijk even niet horen. Hij is er als goed is maar heel even uit geweest, de stream. Dat moet natuurlijk niet te vaak gebeuren, want dan hakt iedereen af. Dat is waar, want het is nu ook... het is 8 uur trouwens. Ja, het is 8 uur. We gaan eventjes natuurlijk raadattractie met Flaxie doen. Even een momentje natuurlijk. Dan moet ik eventjes wat overzetten, want ik heb natuurlijk dat jingeltje. En ik was van de week, was even leuk om te vertellen, was ik naar een andere stream aan het kijken. De mensen weten natuurlijk allemaal wel welke stream. En daar kwam ik toevallig mijn eigen jingle tegen gezongen door iemand. Dus ja... Als je nu in die andere stream zit en je zit ook naar deze stream te kijken, zet het daar eventjes in, want dan kan hij nu mee gaan zingen. Dat is even interessant natuurlijk, dus dan kan hij natuurlijk mee gaan zingen, want wij gaan natuurlijk Raad Attractie met Flaxie spelen. Is het allernieuwste spel. Oh, wacht even mensen, kijk. Dit is het daar gaan we. Allernieuwste spel. Ja, ja. Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Speel maar lekker mee. Ja, ja, raad de attractie met veel actie. En dat gaan we nu spelen en dan moet ik eventjes kijken. Even kijken, deze doen we weg en dan doen we deze erop. Ik heb er allemaal op mijn hoofd. Heb je er al in je hoofd? Ja. Dat is interessant. Dan zou ik zeggen, ja, brand maar los. Doe jij de eerste maar. En dan moeten de mensen natuurlijk thuis even raden welke attractie het is, hè? Oké. Het is een Nederlandse attractie. Een Nederlandse attractie. Het is in het thema van een stad in Europa. Oeh, ik heb al zo'n vermoeden. Ja, ik kijk even of ze al wat zien. Ja, er zit ook vertraging natuurlijk, dus het zal heel even duren. Het zal niet te veel weggeven.
Turbopolief wordt gezegd. Dat is wel een Nederlandse attractie, maar is niet in het thema van een stad, nee. Jammer, Remco. Dat is niet goed. Even doorraden nog. Anders nog eventjes een omschrijving geven. Nog een tweede omschrijving. Het is meer een attractie voor kinderen, denk ik, dan voor... Ja. Hij is geraden door Giovanni Willemsen. Oké, Giovanni Willemsen. Ik moet natuurlijk ook even de punten bijhouden. Dat moet ik eventjes gaan doen. Even kijken hoor. Moment. Doe even wat voor jezelf. Kabeltje ook weer niet lang genoeg. Even kijken hoor. Oké, ik heb het bijgevuld. Dan nou, mag ik er eentje omschrijven natuurlijk. Het is een attractie die niet meer in Nederland reist. Hij reist nog wel in het buitenland. Gebouwd door KMG. Moet ik ook mee raden of niet? Nou ja, goed, je mag niet meeraden zeg maar je mag wel natuurlijk denken erover. Welke attractie het zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar natuurlijk niet voorzeggen, want dat is natuurlijk voor de kijkers. Dus het is een attractie die weg is uit Nederland. En is gebouwd bij KMG. Er zit veel groen in. Move 32 is niet goed. Ik moet even de oplader pakken, want mijn cam is bijna leeg. Oké. Ik hoorde al zoiets, ja. Ik hoorde een piepje. XXL, nee. Booster struiken, nee. Er zit veel groen in. Remco Jeus, denk het niet, want nee, Cyberone niet. Er zit veel groen in. Een papiertje werd er gehoord. Hij gaat ook een beetje naar boven en naar beneden. En het is een snelle machine hoor. Het is een, hij is al een tijdje weg ook. Uit Nederland. Konga, nee. Hij heeft echt in Nederland gereisd en Konga natuurlijk niet. De Tango, nee. Oh, nu is het weer zwart, maar de webcam is gevallen. Interessant. Nee, Tango is het niet. Even kijken, hij gaat een beetje naar boven en naar beneden. En hij draait dan ook nog eens een keer in het rond. En de gondels kunnen ook nog eens draaien. Ja, welke attractie is dat? Er zit ook geel in, als even uit mijn hoofd. En het is een rondom open zaak, mensen. Een rondom open zaak. Juist, Kermis Ray heeft hem. Dit is de Fun Factory. Nu ben jij weer aan de beurt. Hoor je me nog? Ja, maar je geluid staat uit volgens mij, want ik hoor je niet meer. Nu? Ja, dat is beter. Je bent weer aan de beurt om erin te omschrijven. Oké. Het is een klein soort van zijn attractie. Okay. Het is een attractie, maar het is daar een kleinere versie van. Oké. Okay. Reist in Nederland. Ik ga nu wel weer heel hard. Ja, ik hoor jouw geluid ook niet meer, dus ik weet niet. De muziek die ging heel hard. Ja, ik heb er net niks aan veranderd hoor, dus ik heb nu weer iets zachter gezet. Ik
kermisgekte heeft hem. Het was Piet. De Piet, kermisgekte. Ja. Oh, dat is weer een andere. Mm-hmm. Ik kreeg vorige keer het verzoek om ook Duitse attracties mee te pakken. Dat gaan we doen. Het is een husmachine. En je hebt hem een poosje geleden in mijn reviews gezien. Het is een Duitse attractie. Het is een attractie en die soort attractie reist ook in Nederland, maar dan van een andere attractiebouwer. Oh, dan denk ik dat ik hem weet. Oké, dat is interessant. Kan ik zeggen? Hij stond... Zul je zien dat ik een fout heb? Het is de heftigste in zijn soort. Nee, breakdance nummer 2, 3 is niet waar. Kickdown, nee. Nee. Snijder breakdance, nee. Die is niet bij mij in de review geweest. Husbooster, nee. Toen ik hem tegenkwam, stond hij in München Gladbach. Oeh, snel de review opzoeken, mensen. Ja, of natuurlijk de losse video's, hè. Husmachine. Commander. Nee, dat is toch geen husmachine? Ja, maar ik... Ja, Remco, ja, ik wil iets meer weten. München Gladbach, want ik ben er 2 tegengekomen. Ja, het spijt me. Topspin, schelen, kermisgekte. Dat waren de heftigste die er is. Het is echt een... Oh, wat een finale. Wat een controle over de machine heeft die. Je bent weer aan de beurt. Dan moet ik even denken. Het is een kinderattractie. Oeh. Ja, het is nu nog even een Nederlandse zaak. Volgende keer zal ik andere zaak doen. Ja, hoeft niet per se hoor. Maar ja, er werd vorige keer gevraagd om een Duitse zaak dus. Ja, maar ik doe nu nog even Nederlandse. Het is een kinderattractie. Doet volgens mij niet heel veel kermis meer. In ieder geval, ik heb hem dit seizoen niet gezien. Nog niet gezien. Ik weet niet of hij überhaupt nog in Nederland reist eigenlijk. Oh. Volgens mij wel. Buggies en Jumbo komt binnen en de draaimolen. Ja, de draaimolen. Dat is hem niet. De kinderhulligulli ook niet. Dat is wel een leuk ding trouwens, die kinderhulligulli hoor. Ja, hij is mooi geworden hoor. Ja, dat is een mooi, leuk ding. Het is een... Ik weet niet of je Good Life kijkt, maar... de kinderen van hun zijn er best vaak in geweest in de video's in ieder geval. Ook weer een tip. De Spinning Coaster Fun for All komt hier nog binnen of een Big Apple baan met draaiende gondels? Nee, maar met die Big Apple baan komt hij wel in de buurt. Oeh. Nou, dan zou de Top Dance van de stad het ook niet wezen, maar dat is ook geen kinderzaak. Nee. Misschien iets over de kleur. Misschien is dat wel dat mensen het dan weten. Kleur. Volgens mij is het station een beetje goudachtig. Of zit ik nou met een andere in de wacht? Is die ook vrij nieuw in Nederland, of niet? Wat? Is die ook vrij nieuw in Nederland? Nee, hij reist al wel een tijdje, volgens mij. Hollywood Star komt binnen, dat zal het ook wel niet wezen. Ballonvaart of zoiets? Nee, dat zou ik wel niet. Het is een kinderachtbaantje, dan zal ik het heel makkelijk maken. Rupsbaan van Buwalda. En maar welke? De Goldmine Express komt hier ook binnen. Nee. De Grand Canyon? Ja, de Grand Canyon. De Grand Canyon, wie had hem? Even kijken. Kermisree. Oh, kermisree, spannend. Ja. Even de tussenstand. Giovanni heeft er 1. Kermis Ray heeft er 2. En Kermis Gekte hebben er ook 2. Nou, dat is interessant. Dus 2 op 2. 2 op een voorsprong. En eentje in de achtervolging. Dus doe mee. Ja.
Oh ja, schakel ook even je vrienden mee. Hè. Dat is leuk. Raad de fractie bij fractie. Het leukste spelletje op YouTube. Nou, zo kan het weer. Wel eigen dunk. Ik zal er zelf eentje doen nu. Natuurlijk weer. Even kijken hoor. Hij komt op de kermis in Uden. Dit jaar? Nee, dan weet ik het al niet. Ik heb die lijst nog niet gecheckt. Oh. En natuurlijk ook je exploitant er ook graag bij. En wij hebben er in Nederland ook, maar dan in het klein. Oh, ja, dan denk ik wel dat ik hem weet. Ja? Oeh, spannend. Dit is echt leuk. De Big Spin. Nee. Ook niet de Booster VMAX. Nee. Wat een mooie machine trouwens, die Booster VMAX. Ja, maar die is nieuw, hè? Er komt een nieuwe. Die is nog niet in première gegaan. Ik vind dat middenstuk wel, dat vierkant of zo, dat vind ik niet echt mooi. Ook nog even kijken, de Splash River. Nee, die staat nu ook trouwens in... Oh nee, dat is die niet. Nee, dat is een andere. Even kijken, Booster, nee, is ook niet goed. De Vemas van Boos, nee. Power Dancer Wit, nee. Het is geen Nederlandse attractie. Nou, dan moet het toch niet zo moeilijk zijn. De Rocket, nee. Dat is ook een Nederlandse. Ja, maar goed, dat is de vertraging natuurlijk in de stream. Ja, dat is waar. Er zit ongeveer 30 seconden in. Maar dat had je dus straks al gezegd. In Nederland is er een kleinere versie van. Dus dan is het geen Nederlandse attractie. Ja klopt. Propeller, nee, die komt niet in Uden. Monsterboos, ja hoor. Kermisrij heeft hem goed. Nou, die staat dus alleen aan de leiding. 3 punten. Revolution Kinster. Nou, er komen steeds leukere antwoorden bij. Nou, het zou allemaal mooi wezen. Nodig jij ze uit, kermisgekte? Ja. jij bent weer aan de beurt. Het is, ik ga niet zeggen uit welk land. Het is geen Nederlandse attractie. Ik vind hem in ieder geval niet echt heel mooi. Niet heel erg mooi, want je viel een beetje weg. Ik vind het niet heel erg mooi geworden. Oh, geworden, dus hij heeft een restart gehad. Nee, het is een nieuwe attractie. Oh, een nieuwe attractie. Niet uit Nederland. Er staat wel een klein beetje omschreven dat het een trail ride moet zijn, alleen is het ook niet echt. Oh. En in welk land reist hij? Ja, ik wacht even met dat zeggen. Oké. Okay. Even kijken of er al antwoorden binnenkomen. Voorlopig nog niet. Maar dat komt waarschijnlijk omdat... Ze komen. Apollo 13? Nee, wel een mooie attractie trouwens, maar het is er niet. Nee, oké. Okay. De breakdance van Heen, uit België? Nee, ook niet. Ook niet. Wacht nog even, de volgende en dan ga ik verder. De Air One Max? Nee, ik zei het is geen Nederlandse attractie. De Air One Max is ook geen Nederlandse attractie. Nee, maar die reist in Nederland. Ja, dit alleen seizoen. Dit jaar. Het zit groen in. Oeh. Hij is toch niet toevallig al langs gekomen in de stream, hè? Nee. Oh, dan zit ik mis. Ja, en thuis weten ze het ook niet, want ik zie nog niet weinig komen. Oh, daar komt die swing op, Lines. Ja, de swing op was het. Ja, die is wel in de stream langs gekomen, hè? Ja? Ja, echt? Bij de klok. Even kijken, wie had dat? Kermisgekte. Hij is langsgekomen, maar ik dacht dat hij bedoelde dat we erover gepraat hebben. Oh, nee. Oké, dat maakt niet uit. Het was Kermisgek, die heeft het goed natuurlijk. Dus het staat nu 1-3-3. Dan moet ik er weer in doen. En dat is even nadenken, want ja, er is niks voorbereid. Ja, Christian Polman die komt lekker achteraan nog eens met de swing op. Dat heeft natuurlijk ook weinig zin. Ja.
in Nederland heeft er vroeger ook in gereisd. En die zoeken we. Dus die heeft vroeger in Nederland gereisd. En het is een magische attractie. Magische attractie. Oeh. Kan niet moeilijk wezen. Nee, Movie 32, nee. Het is een... Ik staat te denken, Movie 32, hoor. Oké. Okay. Die dacht ik ook eens. Nee, hij is magisch. Magisch. The Magic. Ja, ja, dat is helemaal goed. Kermisree. Dus de Magic van Hinze heeft vroeger natuurlijk in Nederland gereisd. En heeft onder andere in Tilburg gestaan. Weert. Dus dat. Jij bent weer in de beurt. Ik had hem net. Nou, ik ben hem weer eens vergeten. Ja. Oh ja. Nee, ik ben hem vergeten. Oké, okay, ja, misschien. Ik kan ook een nieuwe verzinnen. Ja, doe ik. Het is een nieuwe... Ja, hij heeft vorig seizoen ook al gerezen. In Nederland. Ik heb aan het timmen, dan ga ik het jullie heel makkelijk maken. Ik ga hem gelijk wel geven dan. De eigenaar daarvan had een attractie. En die is nu naar een pretpark gegaan en heeft een nieuwe attractie gekregen. Ja, Kermisree heeft een tsunami. Zo, dat was er. Ik moet even wat recht zetten. Wat Remco zegt is waar. Remco Jurgens die zegt, ik had hem eerst met naam. Dat ging over de Magic. En dat klopt. En daarom geef ik Remco een puntje erbij. En kermis/vuurwerkfreak. Dat heeft te maken omdat die allebei met de naam zijn gekomen. En daarbij heb ik een foutje gemaakt. Dus daarom een puntje voor hun. Dat ben ik nu even aan het aanpassen. Dus we hebben nu de tussenstand van Giovanni heeft er één. Kermis/vuurwerkfreak heeft er eentje. Remco Jurjus heeft er eentje. En dan heeft de Kermisgekte de 3. En Kermisree heeft er alweer 5. Ja, dat heb ik dan. We zullen er nog een paar doen. Wil je wel eens? Kijk je wel uit, jongen. Interessant gesprek bezig bij de gaststreamer. Ja. Die natuurlijk iedereen kan horen. Dat is interessant. Even kijken, een nieuwe omschrijving. Heeft pas een restyle gehad, heb ik gezien. Echt kakeltje vers gezien. Op een Facebookpagina van een, ja, een ex-Nederlandse attractie. Die attractie is nou uit Nederland verdwenen en reist in Frankrijk. En dat kan je op een Facebookpagina zien. Van de week kwam er daar een bericht over dat die heeft nieuwe LED-verlichting. Die attractie ziet er schitterend uit trouwens. Reis dus in Frankrijk. Maar welke attractie is het? Movie 32, nee. Reist wel in Frankrijk, maar dat is hem niet. Het is een attractie die juist vuurwerk, kermis/vuurwerkfreak, de booster van Korten, die heeft inderdaad nieuwe LED-verlichting. Een mooi programma zag ik, ziet er schitterend uit. Ik weet niet of je een nieuwe kan omschrijven, ik weet niet of die mij hoort, anders zal ik er nog een doen. Ja? Heb je tijd om een nieuwe te doen? Een nieuwe omschrijving? Ja. Oké. Okay. Hoe heet het? Ja.
We hebben het er in de stream al over gehad. Oké. Okay. Nederlands attractie die van eigenaar is switcht. Dus ja, dan wordt je eigenlijk gelijk wel heel makkelijk. Nou, ik weet het nog niet. Moet je om bij jou in de stream te komen een webcam hebben? Ja, dat is zeker. Anders, ja, anders praat je. Ik kan er eventueel wat bij zetten dan, maar niet als, als echte gast, zeg maar. Ga verder. Je kan gewoon verder, ja. Het is een attractie voor jong en oud. Propeller komt hier langs, maar dat zal wel niet goed wezen. Nee. X-Factory? Ja, X-Factory. Ja, X-Factory is het. Even kijken, want... Ik ga even naar de wc, oké? Is goed, ja. Christian Polman die schrijft het gewoon finaal verkeerd. Dus dan zou ik zeggen Remco Jurjens. Dus... Ik zal die eens even zo uitzetten. Zo, is dat uit. Ik hoor hem nu nog wel, maar jullie als goed is niet meer. Want er is weer een heel gesprek bezig. Even kijken, Remco Jurjens, die geef ik dan een punt. Ja, helaas niet goed geschreven. Wie was dat? Christian Polman. Ja, daar moeten we toch ook een klein beetje naar kijken. We doen er nog een paar. Ik zal er nog twee doen. En dan zal Ryan er nog eentje doen. Als hij straks terug is van het poepen. Het poepen. Het poepen, mensen. Ja, lekker. Lekker even poepen. Oké, ik zal er nog even eentje omschrijven. Even denken hoor. Ik moet er natuurlijk even eentje in mijn hoofd hebben. Dat heb ik nog even niet. Belgisch attractiegebouw bij Sobema. Belgisch attractiegebouw bij Sobema. Decadence. Nee, het is niet gebouw bij Sobema, maar dat is een husmachine. XXL, nee, die is gebouwd bij KMG. De Shaker, Jumper, nee, Jumper. Ja, dat is natuurlijk een hele slechte omschrijving. Crazy Dance, nee. Het is een rondom openzaak. De New Crazy Dance, nee. Nee. Welke attractie is het toch? Een rondom opende zaak gebouw bij Sobema, een Belgische attractie. Mooi in de LED-verlichting. De enige in zijn soort. Swingbop is geen Belgische attractie. Bedoelen, nee. Sister en Ben, nee. Het is een rondom openzak, mensen. Heeft veel geel. Hij is binnengekomen van Kermisgekte. De Popcorn Party. Lioness, die is niet van Lioness, maar goed, dat maakt niet uit. Popcorn Party, ben ik al tevreden mee. Kermisgekte heeft er weer één. En dat betekent dat hij één puntje verwijderd staat van de nummer 1 tot nu toe. En dat is Kermisree. Ik heb een leuk idee. Misschien leuk als je kanalen van je abonnees gaat reviewen. Dat had je al in de reactie geschreven inderdaad. Ja, ik had erover nagedacht. Misschien ooit. Maar nu sowieso niet. Misschien ooit. Want ik heb vandaag, hebben we nog een vol programma. Waaronder natuurlijk de vraag en een nieuw spelletje. Ik zal er nog eentje doen, want... Ryan is helaas nog niet terug en ik hoop dat hij wel terugkomt, want anders moeten we toch zo meteen gaan switchen. Oh, daar komt hij weer volgens mij. Daar is hij weer.
Ja, je was nog niet te horen in de stream, nu wel. Ik had je even uitstaan. Oké. Okay. Dus ja, er werd net even gesproken, dus ik dacht, ja, dat is misschien niet leuk om dat aan iedereen te vertellen. En je bent weer aan de beurt. Ik had net de omschrijving van de popcorn party. Dus je bent weer aan de beurt. Oké. Okay. Word ik precies gebeld, hè? Oh, dat is interessant. Moet ik opnemen of niet? Nou ja, goed. Je kan wel opnemen, maar dan zet ik hem wel even uit. Ja, doe dan maar even. Oké, okay, dan zal ik hem even uitzetten en doe ik er nog één op mijn schrijven. Oké, mensen. Nou, dat telefoontje, dat kan natuurlijk ook gebeuren, hè, mensen. Dat kan gebeuren. Liefst niet natuurlijk, want ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik pak toch geen mobiele telefoon op. Trouwens, de mobiele telefoon zit gekoppeld aan de stream. Ik zal er nog één omschrijven, want we moeten natuurlijk niet te lang lullen. Trouwens, we zijn al lang bezig. Ook zeg, mensen, had nooit gedacht. Al anderhalf uur bezig. Oeh. Even kijken. Ik zal er eventjes één omschrijven natuurlijk. Dat is even leuk. Even denken hoor. Een nostalgische attractie. Nee, Remco, ik heb geen Samsung. Nee. Ik ben een poosje geleden overgeschakeld van Samsung. Bij mij gingen die dingen altijd zo snel naar de kleren. Dus ik heb een Huawei. Oeh, een Huawei. Het is, wat heb ik net gezegd? Oh ja, nostalgische attractie. Een, soort 2.0 is het. Nostalgische attractie 2.0. In Nederland reizend. De Spin, nee. Swingman Hofman, nee. De balie van de radio. Hallo? Ja? Je hebt FaceTime. Ja, daar ben ik weer. Je hebt FaceTime. Zo. De Beach Party van Gijs Brechts. Klopt inderdaad, van Kermis Gekte. Dat betekent dat wij een gelijke stand hebben. En dat ik het wel leuk vind dat we nu de laatste vraag gaan doen. Dat kan ook de winnende vraag wezen. En anders ja, moeten we er nog één gaan doen. Het staat nu 1 voor Giovanni Willemsen. Kermis / Vuurwerkfreak heeft er 2. Remco Jurjens heeft er 2. Kermis Ray heeft er 5. En ook Kermis Gekte heeft de 5, dus dit zou wel eens de winnende kunnen zijn. En die komt van jou. Het is, denk ik, wel een moeilijke. Het is een attractie die je niet heel vaak tegenkomt, denk ik. Misschien mensen die uit mijn dorp kijken, Klundert. Hij staat er ieder jaar. Het is, ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar het is een attractie die je niet heel vaak tegenkomt. Ja, je komt er wel vaak tegen, alleen dan een andere versie ervan, zeg maar. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Ben je eens een keer in jouw review geweest? Ja. Vorig jaar. Ja, volgens mij wel, ja. Ik heb hem ook onwijd gedaan. Ja. Ja, dan weet ik het. Graag de exploitant er ook bij. Dan maak ik het lekker moeilijk. Voor de finale dan, hè? De Blue Power Polyp? Nee. Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat dat is. Ja, dat is een polyp. Ja, hij is binnen volgens mij. Een kermisgekte, hè? Dit zit hier op, ja. Klopt, juist. Alleen de... Ja, de exploitant er ook bij. Kermisgekte, die heeft gewonnen dan, hè? Ja, dat betekent dat we een winnaar hebben, hoor. Ja. Gefeliciteerd, je bent de winnaar. De winnaar die zal ik even in beeld zetten zometeen. En dan zullen we nu even overschakelen. Is wel even leuk naar... Zullen we Q&A doen of zullen we de vraag doen? Oh, ja, maakt me niet uit. Kies jij maar. Doen we eerst nog even de vraag. Oké. Ja, dat is wel een leuke vraag. Kijk, er komt wel een nieuwe achtergrond. Even kijken hoor. Ik even een nieuwe tekst opzetten natuurlijk. Daar is die. Even kijken. Ja, hoppakee. Hoop dat dat goed in beeld staat. Zal ik even kijken? Ja, want ik had namelijk de volgende vraag. Die kwam bij mij binnen op de kermis in Spijkenisse. Kan een exploitant je horen als je gewoon normaal staat? En ik kom ongeveer een halve meter boven het kassaluikje.
Kijk, je ziet hier een kassaluikje. Even kijken, hier zo. Oh, nee, andersom. Zo, dan zie je een kassaluikje. En kan de exploitant je dan horen? Dat was mijn vraag die ik toen had. En ik denk, ja, misschien is het leuk om in de livestream te doen. Dus kan de exploitant je horen als je gewoon voor de kassa staat? Ja, zegt Giovanni Willemsen. Oké, want ik sta altijd allemaal van die gebaren te maken. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Ja, met jou, ja. Ja, Ryan, ja. Wat is er? Ja, als jij voor de kassa staat, doe je dan gebaren maken of zul je dan altijd goed praten? Ja, meestal doe ik wel gewoon praten. Oké. Meestal horen ze me wel bij de kassa. Want ik vroeg me af of je dat hoort, want ja, ik doe altijd van die gebaren. En ik praat eigenlijk vrijwel nooit. Wij zitten bij de buren namelijk. Ja, soms dan doe ik, soms doe ik zo van 2 of 1 of 5 of weet ik veel wat. Oké. Maar meestal als je gewoon het geld geeft, bijvoorbeeld een attractie kost 3 euro en je geeft 3 euro, dan weten ze wel dat het 1 kaartje is. Dus dan hoef je niks te zeggen. Ja, maar goed, je wil ook wel eens wat meer kaartjes natuurlijk. Ja, dus als je dan 6 euro geeft, dan weet je dat het er 2 zijn. Oké. Meestal. Nou goed, Giovanni Willemsen zegt gelijk ja, Remco Jurgens zegt ook ja. Ray Evers, Kermis Ray, dat is Ray Evers natuurlijk. Die zegt meestal wel uit mijn ervaring, tenminste wel kermisgekte, ik moet gaan. Veel plezier iedereen nog, dat is jammer natuurlijk. Ik heb dat gewoon kunnen doen met exploitant Zuidema en Bewalda, oké. Nou, dat is dus interessant om te weten, want ja, ik dacht dus van niet. Kijken of misschien nog meer mensen er wat over te zeggen hebben. Dus als die voor de kassa staat en ik kom maar ongeveer een halve meter ongeveer, kom ik er bovenuit. Kan de exploitant je dan horen? Als je buiten de kassa staat, ook dus boven de muziek uit en zo. Dat is interessant voor de volgende keer dan, als ik er nog eens een keer versta. Ja, dan kan ik nu eens een keertje. Dan kan ik gewoon wat zeggen natuurlijk, hè. Even kijken. Nee, ja, er komt niet echt veel meer binnen. Mijn vader die werd even gebeld, dus ik moest even de microfoon uitzetten van hem. Oh, dat wordt hier gezellig in de stream. Die wilde gelijk eens even uitknikken. Wat? Ja, er zat hier eentje, gaat er gelijk lopen klooien, hoor. Tegen wie doet hij dat? Ja, denk tegen mij. Maar goed, dat hebben we gelijk allemaal op. Oké, boef, weg. Wist je dat Bewalda uit Venray komt, maar nooit staat? Nee, dat wist ik niet. Ik dacht dat je uit Weert kwam. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Even kijken. Welke zaak nostalgie hebben meestal geen luik? Ik zou het niet weten. Even kijken. Hey tut, rot eens op. Ja, dat gaat over die gozer. Die heb ik even verwijderd. Oké. Sommige Duitse attracties hebben een microfoontje buiten hangen voor je stem. Oeh, dat is interessant. Dat wist ik ook niet. Nog nooit gezien. Oké, Christian Polman. Jij bedankt voor de gezelligheid. Doei. Ik had het haar gevraagd. Oké. Over Bewalda. We gaan even terug naar de Q&A, want dit loopt al heel gauw dood. We doen nog heel even Q&A. Ja, dat heb ik vorig jaar ook gehad. Ja, het is gewoon een vraag en je zegt ja of nee en dan is het klaar. Ja, dat klopt, ja. Even kijken. Wat hebben we dan nu? De Q&A. Zullen we even teruggaan? Dan kan je wat vragen stellen natuurlijk. Mm-hmm. Dus even de andere afbeelding weer. Oké. Mooie machine trouwens op de achtergrond. Ja, de bezig. Ja, we zaten even door elkaar heen, dus zeg nog maar een keer. We zijn al meer dan anderhalf uur bezig. Ja, dat valt me ook flink mee. En ik had gedacht dat we al een heel eind waren, maar ik heb nog een paar dingen op programma staan, hoor. Waaronder de attractiereview. En ik heb nog een nieuw spelletje. De attractiereview gaan we zo meteen doen met z'n allen. Dus één attractiereview, dat is leuk. Oké. Oh, daar komt er weer één. Dat is gezellig, die gaat weer gelijk beginnen. Hoppakee. Dit heb ik vorige keer niet gehad dat de mensen klote begonnen te doen via de stream.
Of via de chat. Nou, ik heb geen idee wat het is, maar ik krijg iets in mijn handen gedrukt door mijn vader. Ja, dat lijkt op iets van eten, hè? Een glazen bordje met iets van in olie en een vork en het is warm. Ja, ja. Het is net een raad het eten met veel actie. Ja. Zal het dus open maken? Heb je vragen? Laat het achter in de chat. Ik zal eens even kijken hoeveel kijkers we ongeveer een beetje hebben. Bij mij staat er 8. Oké. Okay. Het zal er meestal ook dat bij mij als ik dan zo'n stream aan het kijken ben, het zijn er iets van 40 of zo, dan zie ik er maar 30 of zo. Dus het is meestal bij mij loopt het een beetje achter. Ja, ik zie hier precies hetgeen wat ik gedacht had. Voor 7 uur gaat het best wel lekker. En na 7 uur loopt het een beetje terug. Ja. Maar voor 7 uur? Voor 8 uur bedoel je? Voor 8 uur, ja. Uiteraard, ja. Ja, kijk, met een piek tot 10. Het is een banaan met chocopasta. Oké. Okay. Lekker. Even kijken. Je hebt altijd van die lui. Ja, dat klopt, Remco Jurriens, maar die doe ik gelijk verwijderen op zouten met die rommel. Ja, er is in principe niks mis mee met homo's, nee. Maar goed, het is ook niet het geval, hè, mensen, dat je dat weet. Eet smakelijk, zegt Remco Jurriens tegen jou. Dank je. Wat vind je van de attractie van Uden? Ja, best wel goed. Ik vind het jammer dat er een Duitse jumper moet komen, omdat we er ook twee in Nederland hebben. Maar ja, die kiezen allebei voor Tilburg, dus aan de andere kant is dat ook wel te begrijpen. Dus ja, best een goede lijst op zich. Alleen, er hebben wel betere lijsten gestaan. Dat jaar met de booster en zo, was gewoon veel beter. Ik vind het niet te begrijpen dat alle twee die boosters in Tilburg staan. Ja, maar ik had eigenlijk over de jumpers. Ja, dat bedoel ik. Oké. Okay. Maar de Booster Max is dan ook allebei in Tilburg. Ja, ik snap dat niet. Nee. Kermisfanaat, die zet iets heel moderns neer. En dat denk ik dat ik misschien een beetje te oud voor ben. Kermisfanaat was iets joinen. Big Spin vind ik wel mooi. Ja, dat klopt. Vind ik ook wel mooi. Al moet ik zeggen, onze eigen flying jump is ook schitterend, hoor. ja, dat klopt. Remco Jeus, twee is een beetje overdreven. Weet je al enkele attracties van de kermis in weer 2016? Ja, een aantal wel. Ja, ik ook. Welke weet jij? Welke? Op bellen? Ja, dat klopt, ja. En dus zo'n piraten funhouse of zo? Ja, ja. Duits, ik weet niet hoe die heet. Ja, ja, dan weet je nog wel meer, alleen nu even zo niet meer. Moet ik even kijken? Ja, ik weet de Air Race Bungee komt waarschijnlijk. Huh? En de... Even kijken, wat was er nog meer? Tsunami? Ja, en de... Ik weet niet zeker, maar de kinderhulligulli toch ook? Oh, daar weet ik niks van. Nee, maar ik dacht van wel. Weet ik niet zeker, hoor. Oké. Okay. De Ghost Rider, volgens mij. Ja, de Ghost Rider, inderdaad. Die komt ook, ja. Dat is waar. Ja, Tsunami ook, zegt ik. Ja, kermis even. Ghost Rider en propeller zijn echt hele mooie attracties, vind ik. Ja, zeker. Maar juist, die Piratus Adventure. Die heeft ook wel zo'n Tilburg gestaan. Ja. Jumper komt ook, zegt Kermis Verraad. En die zat wel weten wat die komt uit Weert. Kermis Verraad die vroeg meedoen. Of die mee mag doen in de stream. Ja, je hebt de kans gehad om net even mijn toevoeging op Skype. Je kan me nu nog toevoegen op Skype. Kan natuurlijk. Maar dan kan je de volgende keer mee doen. Misschien dat er straks nog een sfeertje komt als Ryan zegt van ja, ik ben beu. Dat kan natuurlijk, maar in principe, ja, 3 lijkt me een beetje druk worden op een gegeven moment. Dus maar, je kan me toevoegen voor de volgende keer op Skype, dus de Patrick gaan natuurlijk.
Ja, het is niet de Toonami, maar de Toonami. Ja, dat is goed. Maar dat maakt niks uit. Weet je de attractielijst van de kermis in Wageningen al? Van 8 tot 14 juni. Zou het niet weten. Ik kan wel heel even kijken. Heel even proberen. Even kijken hoor. Nee. Nee, daar zie ik zo even gauw niks over staan. Dus daar kan ik je niet aan helpen. Wie was dat ook alweer? Even kijken hoor. Giovanni volgens mij. Giovanni. Ja, Giovanni. Ja. Oh, juist. Ik weet twee attracties. Hero City en Flying Jump. Zijn dat best mooie zaken? Dat zijn leuke zaken, ja, inderdaad. Wageningen is volgens mij niet zo heel groot ook. Rupsbaan van Reken, wordt er gezegd. Is dat voor Weert of is dat voor Wageningen, Ray? Over kleine dorp, kleine stadjes gesproken. Ja, wat het net over Wageningen, het Teleur is ook niet zo groot. Daar staat ook best een aardige kermis. Dat klopt ja, daar ga ik ook naartoe dit jaar. Ja, ik automatisch ook, mijn oma woont daar, dus... Oké. Ja, ik doe in combinatie met Best. Ik ga eerst middags naar Best en s'avonds naar Teleur. Op zaterdag. Welke dag? Zaterdag. Weet jij welke dag? Ja, zaterdag. Zaterdag. Ja. Volgens mij slaap ik zaterdag bij oma, dus misschien zie ik je dan wel. Dat zou kunnen, ja, dat zou kunnen. Misschien. Maar moet ik zeggen dat de lijst daar wel redelijk standaard is dit jaar, hoor. Ja, het is wel... ik vind het wel achteruit gaan met... Want je had een keer de Mission Space, de hardbreken van Battles, de Accelerate en de Experience en zo. Maar nu zijn eigenlijk de enige grootvermaakzaken die er staan. De Booster Max van De Voer, de Rocket van Stroeken en de Project 1 van Sipkema. Dat zijn eigenlijk de enige grootvermaakzaken. Ja, Trail Race dan, ja. 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 Ja, ja, ja. Je liep even vast, oei. Ja, misschien dat was echt wel toppunt, toch? Ja, die stond ook op een mooie plek ook, vorig jaar. Ja, ik heb hem 3 of 4 keer achter elkaar gedaan. Ja, het blijft echt mijn lievelings. Ja. Iedere keer als ik hem doe, ook al heb ik hem al zo vaak gedaan, iedere keer als ik hem zie, doe ik hem. Ja. Ja, dat is een mooie zaak. Maar die ben ik nog maar 1 keer tegengekomen, dus. Ja, wat vind je van de lijst van Vendrij, wordt gevraagd door Giovanni Willemsen. Ja, niet speciaal. Ja, de soundmachine komt daar, dat is wel leuk. Maar voor de rest is het niet echt heel speciaal. Nee. Dat dacht ik ook, ja. En zeker niet voor mij, omdat ja, dan staat de No Limiter bijvoorbeeld. En de Timberpoliep, ja, die staan een paar dagen later staat die bij mij in mijn woonplaats. Dus ja, niet echt de moeite waard voor mij. Welke kermissen ga je allemaal bezoeken? Ja, dat is nog niet helemaal zeker. Misschien deze maand alleen Dordrecht. Over de rest denk ik deze maand niks. En volgende maand, ja, dan Best. Ja, ik heb er sowieso 4 vaststaan. Oké. 4 die ik sowieso doe. Deze maand? Nee, die ik dit kermisseizoen sowieso ga doen. En welke dan? Weet ik niet. Het Teleur, Tilburg, mijn eigen stadje Klundert, met eigenlijk maar 2 zaken, de City Hopper en de Hardbreker, en dat is eigenlijk alles. En dan Zevenbergen. Zevenbergen, ben ik vorig jaar ook geweest, ja. En het jaar daarvoor ook trouwens. Vorig jaar, dat was toch de Noordpool die daar stond? Ja, en de Technodance. Mm-hmm. Maar jij hebt geen review gemaakt. Nee, compilatie. Mm-hmm, ik vind de reviews altijd wel het leukst. Ja, maar ik vond de kermis net iets te klein voor een review.
Dus ja, ik ook. Want ik heb die dag heb ik Breda Ginneke gedaan. Gereviewd. Dus. Ja, welke ik nog meer ga bezoeken, dat best wel veel. Mee. Ik wil ook nog naar Liel dit jaar. Roosendaal sowieso. Tilburg, Uden, Valkenswaard waarschijnlijk. Misschien ja, nog een paar kermis in Duitsland. Ook. Wat zei je? Roosendaal ga ik waarschijnlijk ook. Alleen ik zit een beetje moeilijk, hè. Want ik woon nog bij mijn ouders. Dus. En ik. Dus als ik ergens naartoe wil, zullen mijn ouders moeten rijden. Ja, ja. Ja, en voor de rest doe ik de kermis in Zeeland, Vlissingen, Renesse. Zierikzee waarschijnlijk een avondje. Goes natuurlijk, dat is mijn eigen woonplaats. Terneuzen. Ja. Dus ja. Even kijken. Ik vind dat Witte moet wisselen met Zuiden. Maar ja, Witte ben ik ook niet zo erg onder de indruk van. Ik vind Witte een beetje traag. Zijn breakdance. Ken je goede website voor attractielijsten te vinden? Ik pak altijd gewoon de forums. Dus Team Park, Kermisclub dus. Het Kermisforum en Polyp Forum. Die pak ik meestal en voor de Belgische kermissen pak ik even kijken. Kermisland of zo, BE. Kermisinfo BE, één van die twee. Meestal ik gewoon via YouTube zoek ik op kermislijst D&D. En dan zie ik het wel. Ja, want er staan niet zo heel veel op, hoor. Nou, best wel, hoor. Ja, maar... Zevenbergen kan ik nergens vinden, hoor. Nee, maar die is nog niet bekend ook. Die komt meestal veel later. Mm-hmm. Ik hoop dat er dit jaar wel wat mooiere zaken staan dan normaal. In Zevenbergen? Mm-hmm. Ja, misschien een breakdance, maar echt heel bijzonder zal het niet worden, hoor. Nee. Daar is die plaats een beetje te klein voor, hè? Ze hebben bij ons een keer, volgens mij hebben ze een keer erover nagedacht om, daar gaan we campen. Ze hebben er een keer over nagedacht om de experience hier te plaatsen, alleen als ze niet willen worden. Ja, de exploitant moet natuurlijk ook willen, hè? Mm-hmm. Giovanni Willemsen zegt, ik zit ook op het forum, Ryan die zegt, of Ray Evers die zegt... Ik doe de kermis best. Uden, Eindhoven, Geldorf, Weert, Hezen, Mierlo en misschien Horen. En Valkenswaard. En dan Remco Jurjens. Wat vinden jullie van kermissimulaties? Leuk. Ik ook. Ja, ik vind dat wel leuk. Niet allemaal. Ik heb de Future Dance op mijn computer staan en de Power Wave. En voor het rest ik heb Take-off heb ik wel eens gedaan. Ik heb de breakdance van Meijer. Ik heb de... Nou, mijn cam valt steeds uit. Ja. Ik heb de breakdance van Meijer, de Turbo Polyp. En de... De... Hoe heet het? De take-off van Rupert. Ja, die heb ik ook wel eens gedaan. Ja, take-off, ja. Even kijken, Zuidema schijnt niet zo snel meer te zijn. Weet het zelf niet, maar ben er nog niet tegengekomen. Ja, ik heb dat ook gehoord. Ik weet ook van wie dat ja, gehoord heeft. Ja, ik heb het op Cap Rides gehoord. Ja, ik ook. Nee, Fruiteiland. Want Fruiteiland. Dat wordt die vlog samen met Cap Rides. Ja. Daar heb ik het gezien en gehoord. Maar ja, zelf weet ik het niet. Ja, het kan ook verschillen. De ene rit kan niet slechter wezen dan bij de andere. En dat is bij Zuidema wel eens het geval. Dat gewoon de ene rit echt super traag en slecht is. En de andere rit gewoon super goed en snel. In Arnhem ging echt super snel. Ja, heb ik ook gezien op de video's. Ja, maar dat is de tweede breakdance van Zuidema. En daar zit er wel verschil achter. Want er zit ook wel eens iemand, achter, iemand anders achter de knoppen. Ben jij de hartbreker wel eens tegengekomen van Eyck? Ja. Best een mooi ding. Oorschot nog. En daar was de geluidsisolatie super slecht. Die viel elke keer uit aan één kant dus. Ja, dat was bij ons. Bij ons heeft hij heel veel boxen, echt. Ja, maar hij is dit keer echt... Hij heeft een hele mooie restyle gehad, zou ik het zo zeggen. Ja, ja, hij ziet er wel iets beter uit, want daar was hij wel aan toe. En nog wel een beetje. Let onder de gondels, maar dat hij heeft ook zeg maar die daaronder weet je wel die plaat heeft hij ook opnieuw laten
stickeren was het volgens mij. Ja, ja, een nieuw voorfrontje, ja. Ja, en, maar ik vind het niet echt bij de mode passen. Ik ook nog niet, maar misschien dat hij de rest nog aanpast later. Net zoals die arm, de kleepel van de chaos, die vind ik ook niet bij de mode passen. Ja, maar ik vind nu dat er een poosje eraan zit, vind ik het toch wel meevallen. Hm? Ik vind nu dat hij er een poosje aan zit, vind ik het toch wel meevallen. Ja. Je went er een beetje aan. Ja, maar het hoort niet echt bij de molen. Nee, dat klopt. Even kijken. De eerste breakdance van Zuidema geeft ook slechte ritten, maar de tweede breakdance is echt veel sneller. Ja, want het ligt gewoon aan wie er achter de knoppen zit. En hoe de bui is natuurlijk ook een beetje. De eerste stond Arnhem. Prezikhaaf. Okay. Ik ook wel een klein beetje raar vind, zeg maar, dat de Hoefnagels heeft twee breakdancers en ze hebben allebei echt geen show gehoord. En dan heb je de soundmachine van de Hoefnagels en die show is echt gewoon top. Ja, maar dat is een andere Hoefnagels. Dat is geen familie van elkaar. Oh, ik dacht dat dat dezelfde was. Nee, dat is geen familie van elkaar. Even kijken, in Enschede had hij probleem met de beugels, Zuidema. Dat is al een paar jaar geleden dan. Dat is bij Sipke, maar ook de laatste in Eindhoven zat Nico achter. Erachter Superrit zat ik Allright te filmen. Super Nico ging trailer halen. En de vrouw achter, ja, maar dan is de show gelijk weg als die vrouw erachter gaat. En dat is bij de Future Dance precies hetzelfde. Drie keer dezelfde rit gehad. En alleen kruisen vol open plaat langzaam. En dan kruis en schuif vol gras. Dan spint hij niet. Nee, dat klopt. Ja, ik vind Sipkema sowieso te veel eentonige ritten geven. Moet meer variatie zitten. Ik vind de Experience er super strak uitziet. Ik ben niet onder de indruk over de... Experience. En jij? Ja, de Experience. Ja, hij is een beetje wit geworden. Hè? Ik vind hem ook te wit, ja. Maar s'avonds is hij wel echt heel mooi. Ja. Ja, dat vind ik ook. Mm-hmm. Dus de breakdance van Sipmax wordt mooi. Volgens mij eerste breakdance. En ik zat er met mijn moeder in en ik werd echt helemaal gek geworden. Pas 3 of zo. Ja, hij trekt hem goed door hoor, Zuidema. Ik bedoel Sipkema. Oh, Sipkema. Oké, ja, oké. En dan als je als 4-5-jarig jongetje daarin zit. Ja, dan is die heftig, ja. Dat is een van de eerste kermisattracties die ooit gedaan. Maar... En was hij toen al van Sipkema of nog van Ropers of zo? Toen was hij al wel van Sipkema was. Ja, wel van Sipkema. Oké. Was het echt teleur? Oh ja, ja, dat kan. Daar heeft hij 2 keer gestaan. Dacht ik. Wat ik ook wel jammer vind, de Flying Jump. Die heeft echt ieder jaar bekend in Etten-Leur gestaan. Maar die valt nu eigenlijk wel weg. Ja, in Roosendaal ook. Al heeft hij ook een paar jaar gestaan, is hij ook weg. Mm-hmm. Dat vind ik echt jammer. Ja. Ik vond het wel een mooie zaak. Ik heb hem ook ieder jaar wel gedaan. Ja, dat is een mooie zak, zeker. Soms is de show een beetje slecht. Ja, maar bij mij deed hij het best goed, hoor. Oké, ja, dan is die man misschien. Ja, dat is die man. Ja. Even kijken, ik vind Experience niet zo mooi. Jammer van die kroon, dat vind ik ook, ja. Die diamant, zeg maar. Die hebben ze nu afgehaald. Dat is jammer. Maar komt hij er nog op, of niet? Ja, dat weet ik niet. Dat blauw is wel een verbetering. Ja, dat blauw vind ik er wel fris uitzien, maar ik vind het niet bij de rest van de molen passen, dat blauwe. Bij de vloer en zo. Even kijken, we gaan even de attractiereview doen, denk ik. We gaan even overschakelen, dat is misschien wel even leuk. Ja. Even kijken hoor. Zo. Nou, dat is de attractie die we vandaag in de attractiereview hebben. Een nieuw iets. Nou ja, kom maar door met je meningen. De Rocket. Wat zijn de ervaringen over de Rocket? Wat vind je ervan?
Natuurlijk een KMG-machine van Strauken. De enige in zijn soort op dit moment in Nederland. Vroeger was natuurlijk de Dominator was er nog. En nu dus alleen de Rocket. Hij was nieuw gekomen bij Strauken. Is die voor gebouwd. Maar wat vind je ervan? Mooie attractie. Ja? Ik vind het ook een mooie attractie. Ja. Maar nu de mensen thuis nog. De muziek gaat nu wel weer heel hard, hè, voor mij. De muziek staat weer hard? Voor mij wel, ja. Hier valt het toch wel mee, hoor. Ja? Oké. Is het nu nog hard? Nee, nu niet meer. Oh, ja, misschien ligt dat ook een beetje aan Skype, hoor. Want er zit natuurlijk, ja, de muziek komt ook door Skype. En dat is weer apart van de stream. Mhm. Even kijken. Rocket is een mooie zaak met goede ritten. En Remco Jurgensen zegt top, maar een beetje jammer van korte ritten. Ja, dat ligt denk ik een beetje aan de kermis waar die staat. Ik vind persoonlijk soms dat er een beetje een slechte show zit. Maar dat is ook net hoe dat met die exploitant is, zeg maar. Want in Terneuzen zag ik hem, dan gaf hij echt topritten weg. Met goede show, veel rook, echt topritten. Het ligt er denk ik toch een beetje aan van ja, waar die staat en of het een beetje druk is en of de exploitant er zin in heeft, de heer Strauken. Wat mij ook wel best vet lijkt, heb ik een keer in Duitsland gezien bij de Avenger. Dat is dezelfde machine. En daar haalde hij hem zeg maar naar boven zoals het op die foto zit. Ja. Dan liet hij hem echt zo stilstaan. Oké. Ja, dat is ook wel. Dat lijkt me best vet. Ja. Maar dan doet hij dan zeg maar, soms doet hij dat echt 5 seconden en dan haalt hij hem naar beneden. Maar ik heb hem ook wel eens gezien, dan staat hij echt 20, 25 seconden stil en dan pas gaat hij. Ja, oké. Okay. Even kijken, ik vind hem slecht omdat de gondels niet lekker over de kop rollen. Lichtprogramma is het ook en niet mooi vind ik. En de helft van de lampjes zijn kapot. Ja, dat weet ik niet, de helft van de lampjes. Eindhoven vorig jaar, ritten van 10 minuten, geen show, wel lange rit. Ja, de show dat is echt een beetje afhankelijk van waar die staat en zo. Maar korter, even kijken, wat zegt hij nog meer? Programma, ja, hij draait geen standaard programma hoor, want hij draait gewoon met de hand. In Arnhem kostte hij 3,50, daarom had hij lange ritten en mooie muziek en rook. Oké. Okay. Ja, en Breda was het ook goed trouwens. Er is ook zo'n site en daarop kun je zeg maar zien van hoeveel dat die attractie zeg maar gaat kosten op een kermis. En daar stond dat die en teleur 3,50 gaat kosten. Dus en er staat daar dat die in Arnhem 3,50 kostte en lange rit dat. Muziek en rook. Ja. Ja, dus hopen dat ook zo is. Ja, of het moet heel druk worden in Etteleur. Meestal is de zaterdag wel lekker druk, hè? Dus dan wil je misschien meer mensen wegdraaien, hè? Zaterdagavond vind ik altijd leuk. Ja. En dat is lekker gezellig. Zijn er meestal ook veel optredens? Ja, dat heb ik nog nooit gezien, optredens. Ja, wel eens van die straatmuzikanten, ja. Ja, dat was vorig jaar in jouw review volgens mij, was er ook zo iemand op zo'n raar karken met vuur er doorheen en zo. Ja, die reed me bijna omver. Die reed gewoon door. Ja. Ik stond te filmen en die reed gewoon door. En jij zei iets van dat hij jouw opruit van de speedboost verpest had. Ja, die kwam er gewoon, die kwam gewoon doorheen. Ik moest in één keer moest ik ook weg. Er liep ook nog zo'n vent voor en die haalde al die mensen weg. Dus dan moest ik weg. Boost. En ja, dan zit je te filmen en dan volg je die boost en dan raak je eruit. Dus vandaar. Mm-hmm. Maar dit jaar de booster max, hè? Ja. Ben benieuwd waar die komt te staan ook, hè? Want Ordeman stond vorig jaar op dat pleintje bij waar nu de BDS nummer 1 stond. Mm-hmm. Ik had ergens iets gezien, zo dat hij op de plek komt te staan waar vorig jaar de Ghost Castle stond. Oh, dat is een schitterende plek. En dat de Das Oma op de plek van de Supermouse of zo komt te staan. En dat de Supermouse dan weer op de plek van de sewmachine komt te staan. Dat is een rare plek. En waar komt de project 1 dan?
De project 1, die kwam volgens mij naast, hoe heet het, naast breakdance. En de breakdance die sluit gewoon weer hetzelfde. Denk ik, hè. Ik weet het ook niet zeker, maar zo heb ik het in ieder geval ergens, ik weet niet waar ik het gedaan heb. Dan wordt het natuurlijk de nummer 1 weer. Het wordt de nummer 1, hè. Oké. Helaas, slechte shows. Ja, maar dat is bij allebei. Dus allebei ja, en niet best. Hij draait ook echt slecht, vind ik. Soms, ja. Ja, zeker. Mm-hmm. Even kijken, hoor. Ik vind het lichtprogramma niet zo mooi. Breakdance, en de breakdance staat gewoon weer hetzelfde. Nu hoor ik mezelf terug, ik weet niet wat je gedaan hebt, of je hoort de stream terug. Ja, is het dan nu weg? Ja, nu is het beter volgens mij. Net was het even dat ik de stream nog een keer terug hoorde, hoor ik twee keer dat je zei. Ja, ik ging naar achter en toen ging mijn koptelefoon los, dus oké. Toen hoorde je misschien. Irritant als mensen je film, even kijken, ja dat klopt. Dan gaan we terug naar de zuiden, maar dat is niet de bedoeling. We gaan even overschakelen naar de Q&A dan weer. Even kijken hoor. Oké. Okay. Zo. Wat ga je nog meer doen vanavond? Ik heb nog een nieuw spel. En voor de rest nog een keer Q&A denk ik. En dan is het net klaar. Ga je iets zeggen? Wat is voor een nieuw spel? Dat ga ik zo meteen vertellen denk ik. Spoiler. Ja, het wordt een heel nieuw spel dat niemand doet en je moet ervoor de video's gekeken hebben van mij. Oké. Dus dat heb ik ook al een beetje de promo gezegd, dus ik hoop dat mensen dat een beetje gedaan hebben. Ik moet zeggen, ik ben er niet aan toegekomen om ze allemaal te kijken, maar ik heb wel een paar even teruggekeken. Ja, als je maar gewoon kijk, een beetje de video's van afgelopen maand gekeken hebt, dan kom je al aan het eind. Ik ga terug tot de kermis in Genk. Verder terug ga ik niet. Ik kijk ze ook allemaal, dus. Maar ik heb even sommige kermisjournaal heb ik even nagekeken. Oké. En kermistip. Ja, kermistip zit er volgens mij niet tussen in het spel. Welke breakdance nummer 2 vind je het minst mooi en welke het mooist? Ik vind die van Zuidema het mooist en ik vind die van de Witte de minst mooi. Oké, ik vind de street dance het minst mooi en die van Boesveld het mooist. Nee, ik vind Zuiden wel het mooist, ja. Oké, nee, ik vind die niet zo. Vooral door die gondels, dat die zeg maar. Ja, Zuidema en Meijer, die zijn allebei wel heel mooi. Ik vind de gondels van Zuidema wel mooi, maar ik vind de middenton niet mooi gelukt. Ja, dat vind ik juist wel weer mooi. Oké, ja goed, dat is natuurlijk een beetje de smaak natuurlijk. Smaak, ja. Giovanni zegt ook Street Dance van de Wiel, de lelijkste machine. Of lelijke machine. Nou, niet lelijk, maar ik vind de Power Dance van de Witte vind ik lelijker, zeg maar. Oké, nou, ik vind die wel meevallen. Oké. Okay. Ik vind Hoefnagels nummer 3 ook niet zo heel erg schitterend. Ik kan nog steeds vragen sturen. Ik weet niet hoeveel mensen erin nog zitten te kijken. Even kijken. Ik vind breakdance nummer 3 van Hoefnagels het minst mooi. En Maya vind ik het mooiste. Die gondels zijn prachtig. Oké. Okay. Dat zijn natuurlijk smaken die verschillen natuurlijk. Zo. Kijk eens, een aantal lopen flink terug. Ja, hoeveel zijn er? Ja, er zijn er nu 5. 5 maar. Ja, het is al een poosje behoorlijk teruggelopen. Kan natuurlijk, ja, er zit een piek op raadattractie weer voor actie. Misschien dat we zo meteen dan toch nog een tweede editie doen van raadattractie weer voor actie. Want daar zit echt een piek. Ja, dat vind ik juist wel een van de leukste dingen, ja. Ja, dat vinden dus meer mensen, denk ik. de Hulle Gully is slecht geworden. Oké. Okay. Verklaar nader, Remco Jurjens. Ik ga even ergens anders zitten, want ik heb hier niet zo goed licht, want het wordt nu een beetje donker. Oké. Okay. Ja, dat is goed. En ik blijf tot het einde, dat is leuk, Giovanni Willemsen.
Ja, je moet je voorstellen dat heel veel mensen die zijn nu naar een andere stream aan het kijken, omdat die ook ja, een stream hebben gepland op deze dag. Dat is een goed recht natuurlijk. Ja, goed, ik weet van de woorden dat ik op een tijdstip ga zitten, dat ik ja, recht tegenover hen zit. Het enige voordeel wat ik had, is dat ik een uurtje eerder begon. Maar goed, ja, dat is zo en het maakt me niet uit, want ik bedoel, als er kijkers zijn, is dat altijd leuk. Stel je vraag nog even, want ze zijn allemaal welkom. Ook over, over zwemwater trouwens, alles is welkom. Pretparken maakt me ook niet uit, is ook hartstikke leuk. Dus laat het weten. En ik zal zoveel mogelijk behandelen natuurlijk in deze stream. Zuidema, twee gehad eerst dobbelstenen. Ja, die van Sipkama vroeger ook. Toen die onder, even kijken, wie was dat ook alweer? Dan heb ik wel een vraag eigenlijk. Visser was die vroeger onder. Je bent nu niet zichtbaar op de webcam, hè, Ryan? Weet ik, ik ben nog even bezig om alles te verplaatsen. Oké, want ik hoor je wel dus, daarom. Ja, maar ik, als je zei dat ik ook over pretparken ga, heb ik eigenlijk ook wel een vraagje. Oké. Wat vind je eigenlijk van die nieuwe, ja, waterachtbaan, de Pulsar in België? Ja, ik heb er wat filmpjes van gezien. Hij is natuurlijk apart, hè? Ja, het is zeker een aparte zaakje. Ja. Maar goed, ja, ik ben er niet geweest, dus ik kan er nog niet over oordelen natuurlijk. Ik weet ook niet of die al open is trouwens, hoor. Nee, volgens mij dat niet, hè? Nee. Nog mij volgende week. Volgende week, oké. Denk ik, hè? Weet ik niet. Maar het lijkt me een bijzondere attractie. Ja, het is... Hij lijkt me ook wel leuk. Ja, dat lijkt mij ook wel, ja. Hij lijkt me ook behoorlijk nat als ik het zo zag. Ja, dat zeker. Ja, een soort van naar de Splash in Duinrel. Schep behoorlijk wat water. Ja. En ook die een soort Atlantica, weet je wel, een Europa Park. Ik weet niet of je die wel eens gedaan hebt. Ja, nee, gezien. Op filmpjes. Als je daar geweest bent? Nee, ben je eens in Europa Park geweest? Nee, ik ben daar nog nooit geweest. Ik ben wel in hoe heet dat ook alweer? Daar staat ook zo'n ding. In België. Ik heb er nog video's van staan. Hoe heet dat speel ook weer? Met die dieren. Met die dieren in België. Sorry. Nou, ik weet het niet meer, maar daar staat ook zo'n ding. Dan zou ik ook moeten opzoeken. Goed. Even kijken. De loopingstaf van Slagharen gaat weg dit jaar, wordt gezegd door Giovanni Willemsen. Dat klopt, ja. Kom een drivecoaster voor terug. Oké, okay, dat is interessant. Giovanni vraagt, is dat al bekend? Ja, dat ben ik ook benieuwd naar. Als dat echt zo goed als. Oh, we hebben hier, dames en heren, we hebben hier een primeur. Want er komt een drive coaster naar Slagharen in plaats van de Looping Star. Bella Waarde, zeggen kermisreden. Juist, die bedoel ik. Daar staat ook zo'n ding. Zo'n soort splash. Die is ook zeikersnat, zeg. Over die divecoaster, daar hoor je Efteling allemaal van, ja, we zijn de enigste divecoaster in Nederland. En dan denk Slagharen denk, nou laten we dat eens lekker afpakken. Ja, ja, maar dat is altijd zo. Ja, heb je een pretparkwereld, hè? Ja, dat is altijd, ja. Ze zijn al uit aan het tekenen, zegt Remco Jurjens, over die divecoaster. Hij krijgt volgens mij ook een thema, net zoals de Baron. Alleen, ik geloof niet dat hij net zo mooi wordt als de Baron. Nee, ja, Slagharen doet niet zo heel veel aan teaming natuurlijk als Efteling. Ja, maar zoiets heb ik heb wel zoiets gehoord dat, dat er best wel teaming in komt. Ja, oké, okay, ja, dat is interessant. De polypen zijn ze ook aan het restylen, daar. Ja. Wat vind je van de Lost Gravity, die wordt gevraagd? Ja. Ik vind hem interessant. Ik ben benieuwd hoe die is. Ik ga hem zeker een keertje doen. Maar dit jaar niet waarschijnlijk. Ja, wij gaan in de zomervakantie naar Walibi. Dus, Dat kan wel eens druk wezen. Ja, maar volgens mij echt de zo'n week dat iedereen op vakantie is. Middenin. Oké. Okay. Ja, maar goed, dan nog kan het druk wezen. Dat is niet te hopen. Oh. Want anders sta je heel dag in de rij. Een paar jaar geleden waren wij ook in de zomervakantie en toen waren er een stel Chinezen. Niet dat ik er iets tegen heb, maar er waren echt heel veel Chinezen.
Oké. Even kijken. Ben jij eigenlijk meer van de kermis of meer van pretparken? Ik ben veel meer voor de kermis. Ja, ik ook. Ja, pretparken zo af en toe tussendoor, maar voor de rest niet zo heel veel. Mm-hmm. Ja, als ik de kans krijg om naar een pretpark te gaan, doe ik het. Maar liever kermis als het aan mij ligt. Ja, ik ook. Kermis zit voor, wat mij betreft, veel meer sfeer in dan een pretpark. Ja. Veel meer... Veel meer ritervaring ook, vind ik. En de draaiende attracties draaien veel harder en zo. Ja, vind ik veel beter. Mm-hmm. De Traumboot komt waarschijnlijk ook terug in Slagharen, zegt Remco Jurjens. Ja, die ligt ook ergens, ligt hij te verpauperen op dit moment. Maar gingen we nog een rondje raad attractie met veel actie doen? Ja, misschien straks nog even. Maar is straks even dat nieuwe spel? Ik heb daar 10 vragen voor uitgekozen. Oké. Okay. Dus dan ben ik ook benieuwd naar of dat een beetje lukt. Misschien lukt het wel helemaal. Hoe lang gaan we dat doen? Dat spelletje, ja, 10 vragen. Ja, laten we het nu maar gaan doen dan anders. Ja? Zet ik eventjes de muziek op stop, want ik heb er natuurlijk ook alweer zo'n schitterend jingletje voor gemaakt. Oh, fantastisch. Ja, natuurlijk. Dat moet je natuurlijk eventjes doen en dan wordt het natuurlijk gelijk uitgelegd. Ik moet eerst even overschakelen. Even kijken. Kijk, een schitterend afbeelding. Kermis Ray zegt, Divecoaster kan Slagharen nooit betalen. Ja, ik weet niet, want ze zitten samen met Bobby Aland. Ik geloof dat die ook niet zo heel weinig geld hebben, hoor. Als ze slim waren, hadden ze de Olympialooping genomen. Ja, dat ben ik ook wel mee eens. Even kijken. Wacht eventjes, nu staat er iets door elkaar. Oh nee, je kan het wel lezen. Oké, we gaan eventjes, gaat even die jingle opstarten. Ik ben benieuwd. Het duurt heel even, want dat is niet helemaal de ideale manier. Even kijken hoor. Ik zie nu een Q&A met jou vloggend bij een breakdance. Ja, daar loopt hij nog ietsjes achter. Oké, daar komt die mensen. Daar gaan we. Even kijken, ja, dat duurt eventjes. Ja. Oh, daar komt het begin hoor. En in dit liedje vertel ik precies hoe het werkt. En het is niet moeilijk, als je me goed gekeken hebt naar de video's. Oh, wat een opbouw. Wat een leuke muziek, echt fantastisch. Daar gaan we. Beetje kerst. Oké, en de eerste zin die ik ergens gebruikte. Ja mensen, welkom in Gent. En welke video is dat? Graag een beetje volledig, niet helemaal volledig. Maar als je het ongeveer hebt, dan is het al goed. Moet ik meedoen of niet? Nou, als jij een beetje de reacties ook een beetje in de gaten houdt, dan kunnen we een beetje samen de reacties in de gaten houden. Dus, ja mensen, welkom in Gent. En ik kan je vertellen, het is niet echt heel veel langer terug als 1 maand. Dus deze maand, afgelopen maand, mei. Maar ik moet de reacties in de gaten houden, maar ik weet niet wat het is. Dus dan is het een beetje moeilijk om de reacties in de gaten te houden. Oh ja, maar als je ze dan voorleest, dan zeg ik wel dat het of het goed is, ja of nee. Oh, oké. Maar er zijn nog geen reacties binnen. Welke is het, mensen, als je een beetje de...
de video's goed in de gaten hebt gehouden, dan weet je of het goed is, ja of nee. Dan weet je welk het is. Ja mensen, welkom in Gent. Ik zal er nog een hintje bij geven. Het was een dikke vette verspreking. Dat was een dikke vette verspreking. Het was natuurlijk niet Gent, maar... En natuurlijk, ja, je kan natuurlijk wel begrijpen dat het een review is, hè mensen. Maar welke video is het? Kijken. Ja, ik kreeg net nog even een reactie over dat ik een spellingfout gemaakt had. Niemand heeft zijn huiswerk gedaan. Nee, dat valt me tegen. En toch is het niet zo moeilijk. Ik ga een paar hints geven. Even kijken hoor. Wat kan ik voor hint geven? Het is in België. Het is een review in België. In ja, België. Dat is helemaal goed. Brent Heinix. De review van Genk. Dat klopt inderdaad. Nummertje 2 is, hij staat over een paar weken in Nederland. En wat is het antwoord? Hij is vrij recent. Ik denk dat ik hem weet. Deze is ook niet zo moeilijk volgens mij. Ik denk dat die video minder dan een week geleden online is gekomen, als ik het goed heb. Nee, ja, dat denk ik net niet. Nee? Nee, dat denk ik net niet. Houd er wel even rekening mee dat je nu ook te horen bent op de stream, omdat je hebt hem op luid staan. Je dingetje. Dus ja, dan kunnen mensen straks het antwoord bij jou vinden. Ja, ik heb hem al uitstaan. Ik zit nu even weer de reacties te kijken. Het is uiteraard geen Nederlandse kermis review. Het is wel een review dus. Hij staat over een paar weken, wat was het? Even kijken hoor. Ik heb het opgeschreven, want ik heb het precies overgenomen. Hij staat over een paar weken in Nederland. Ik kan je ook vertellen dat dit nieuwsbericht niet waar was. Want uiteindelijk is hij niet in Nederland gekomen. Maar welke video is het? Welke video is het, mensen? Geen attractie, er komen hier attracties langs. Het gaat over een attractie, hè? Het gaat over een attractie, dat klopt inderdaad, ja. Maximaal een maand geleden, toch? Ja. Ja, deze is denk ik zeker wat korter, hoor. Ja? Oké. Ja, denk het wel. Ik deed op die dag, dat kan ik ook vertellen, 3 kermissen tegelijk. Waaronder dus deze. Dit was mijn eerste van de dag. Nee, topspintakta. Ja, maar dit zijn allemaal... Mensen, ik zoek de video. Het is een praatvideo. Ik denk dat ik het weet, maar ik weet het niet zeker. En ik mag daar ook niks zeggen, dus... Nee, eigenlijk niet, nee. Drifting Coaster Kermis Journal, nee, het heeft niks met de Kermis Journal. Het is een review, mensen. Hij staat over een paar weken in Nederland. Geleen, nee. Eclipse van de honing? Geleen? Nee, dat is niet waar. Er staan Nederlandse attracties, dus... Lijkt me logisch dat ze in Nederland staan. Nee, het is een Duitse kermis, dat kan ik wel gewoon zeggen, want er zijn er zoveel gekomen deze maand. Heel veel. Maar welke? Ik ga even wat drinken halen uit de schuur, oké? Oké, ja, is goed. Welke video is het? Hij staat over een paar weken in Nederland, en in Nederland bedoel ik geleen. Maar welke video? In welke video heb ik dat gezegd? Oké, Remco. Bedankt, was gezellig. Bedankt dat je gekeken hebt. Zeer zeker tot volgende keer, Remco.
Moet je klapperen? Nee, maar wel warm, wel warm. Gelder? Nee. Hij was eerder gekomen. Volgens mij was het de eerste uit de serie Duitsland. Het is een te moeilijk spel, heb ik het idee. Het is een eigenlijk te moeilijk spel. Ik ga de eerste letter geven van de plaatsnaam. Dat is een K. Zo. Daar ben ik weer. Ja, we zijn nog steeds bezig. Nog steeds met dezelfde vraag ook. Ja? Ja. Het kermisjournaal hashtag 20. Nee, dat is niet waar. Nee. Noordhoorn? Nee, ben ik niet geweest, kermisree. Gelderen, zegt iemand. Nee, dat is ook niet goed. Nee, de plaatsnaam begint met een K. Nou, dat kan toch niet moeilijk zijn? Ja, dan is die makkelijk, hè? Ja, dat moet te doen zijn. Dan moet het te doen zijn. Ik wil net zeggen. Kan Blindfort. Nee, warm. Oeh, die ene andere. Oh, ja. Er moet er nog één zijn. Eentje. En ja, dat is hem. Ik weet het. Het begint met een K, jongens. Kijk tussen de reviews. En het ging over een naam van een attractie die begint met de E. Nee, niet met de E. Vroeger met de E. Ook met de K. Nee, Kamp Lindfort. Nee. Die andere met de K. Die andere Duitse kermis. Maar welke? Dat is de vraag, hè? Come on, jongens, come on. Kan niet moeilijk zijn. De tweede letter van de plaats is een E. Come on. Ja, Kevlar. Ja, Kevlar. Er komt twee keer. Giovanni Willems is de eerste. Dus die heeft ook een punt. Zal ik gelijk de volgende even geven? De volgende is... Het is een kleine versie, ook dit. En ik kan je vertellen, het is ook een review. Maar welke? Het is van een Nederlandse kermis. Ik zit dus even snel te kijken bij die, hoe heet het? Bij die livestream van Kevrides. En ik zie daar twee mensen tussen zitten. Die... Net bij deze livestream zaten te kijken. Ja, dat zou best, ja. En zitten die ook al de quiz te doen? Nee, die zijn Q&A aan het doen. Nou, dan moeten ze allemaal hier naartoe komen. Wij zijn wel een leuk spelletje aan het doen. We hebben nu 85 vragen, kijkers. Ja, dat zal wel. Ja, die zijn veel groter dan ik, joh. Dat zijn twee grote kanalen. Review van Blerik is helemaal goed. Brent Heinix. Ja. Die heeft het tweede puntje binnengehaald. Binnen geslingerd. En de volgende is, even kijken. Een soort van slaapfeestjes. Dit, ja, dat was geniaal. En ik hoop dat het is blijven hangen. Een uitspraak uit een video. Een soort van slaapfeestjes. Ik zie die thumbnail van jou, van je livestream, dan zie ik daar zo'n manneke met een vraagteken in zijn hoofd en dan verbeeld ik mij daarin. Ja, dat nu ben jij dat, ja. Dus het zijn een soort van slaapfeestjes. Ja, en ik moest er enorm om lachen, want ja, dat was een leuk iets. Het is geen review, dat kan ik alvast vertellen, maar wat is het wel? Merk, ik denk dat ik hier niet zo veel mensen zo naar kijken of zo. Naar wat?
naar dit. Nee, ik bedoel, je ziet veel minder. Je ziet nog maar 3 mensen in de chat. Ja, dus ik zal eens even kijken of ik eventjes wat kan veranderen in de titel. Dat we zo meteen er nog eventjes een raadattractie met vlakje tegenaan gooien om 10 uur of zo. Even kijken. Ja, dat is over een half uur, hè? Ja, dat moet toch kunnen. Wil jij even de chat in de gaten houden? Dus dan doe ik even wat andere dingetjes. Ik zie review van Blerk, Kamp Lintvoort. Nee, dat zijn allemaal nog oude. Decadence Bufkens, zie ik hier voorbij komen? Nee, nee. Want ik denk namelijk dat dat heel veel mensen een beetje tussen de twee streamers inzitten. En dat die een beetje switchen. Mhm. Persoonlijk vind ik die livestream van Kefrijd altijd een beetje eentonig, dus... Nou, ik moet zeggen, ik vind ze zelf ook altijd leuk, hoor. Maar wel eentonig, dat klopt inderdaad op een gegeven moment wel. Even kijken. Fans, nee. Recenter, hij is recenter. Decadence Bufkens, nee. Een soort van slaapfeestjes, ik kan je vertellen... Ik moest er zo om lachen. Het gaat over een vrouw die nogal een speciaal beroep had. Ja, ik weet niet of ze het nog heeft. En daar zei ik dus over, het zijn een soort van slaapfeestjes die zij dat doet. Hè? Die zij dat doet. Een soort van slaapfeestjes. Geen idee. Oei. Ja, het is een nieuwsbericht. Oeh, ja, nu heb ik er heel veel verklapt al, hoor. Geen idee, zeggen ze allemaal, hè. Ik weet ook niet hoeveel mensen er nu nog zitten te kijken. Het zal weer wel teruglopen zijn. Ja, 3 kijkers. Dit is het laatste gedeelte van heel de avond. Ja? Ja, ik denk dat mensen dit toch een beetje saai vinden. Ja, misschien als je raad tot rechts met voor actie doet. Ja, maar goed, ik heb net gezet 10 uur. Dus dan zullen we die tijd nog een beetje... Kermisjaal 21. Helemaal goed, Jill van je Willemsen. Nou, ik moet zeggen, ondanks dat er zo weinig kijkers zijn... Het wordt hier wel spannend. Want het staat 2-2. Dus maak je er dan toch gewoon 9:45 van? Ja, dat kan ik misschien straks wel. Ja, dat kan ik misschien even doen. Tot jou. 10 over 9:30? Zou ik 9:50 doen? Ja, ik probeer nog sowieso eentje te doen. Hij gaat nu naar boven. Oh! Nou, en het is niet seksistisch, joh, mensen. Nee, het is gewoon normaal. Ik denk dat ik het weet. Ja, dit is een. Het is een heel goed bekeken video. Ik denk dat het ook nog best een makkelijke is. Hij heeft veel lange vertraging. Hij heeft hele lange vertraging. Oh. Ja, je kan hem doorzetten. Je kan dat je achterloopt net iets. Dit is leuk, zegt Giovanni Willems. Oh, dat is interessant om te weten. Dus hij gaat nu naar boven. En het is... Het is echt niet dat je zegt van het is niet vies, hoor. Nee, het gaat niet over seks. En het is ook geen homo-opmerking. Hij gaat niet naar boven. Het is een... Ja? Had ik de hele middag gewoon zin in de stream, maar ik had nooit gedacht dat ik nu gewoon in de stream zou zitten. Ja, er waren er nog niet zo heel veel die zich aanmelden, dus... Maar goed, de volgende keer misschien beter. Mm-hmm. Even kijken, hoor. Hotshot, nee. Het is een praatvideo, hè, jongens. Het is echt een praatvideo. Hij gaat nu naar boven. Om
onder andere Coasterwolf en... Ja! Hij is geladen. Even kijken, het is Brent Heinix. Ja, Coasterwolf zat er sowieso wel zitten, ja, bij die andere. En Kermis vanavond zal er ook wel zitten. Ja. En die, hoe heet het? Ja, er zat nog iemand die straks ook bij jou was. Ja, dat zal wel. Daar was ik ook al een beetje op berekend hoor, dat die zou switchen. Ja. Want we zijn dus in drie aan het streamen, toch? Ja. Ja, er zit nog meer vaart in dan hier. Die hadden net 85 kijkers. Moet ik kijken hoeveel ze er nu hebben? Ja, nee, dat maakt niet uit, want wij komen er toch niet in de buurt. Goed, de volgende is... Nee. Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet hij sneller. Welke video is dat? Natuurlijk. Natuurlijk moet hij sneller. En ik zeg het ergens begin in de video. Dus hij is makkelijk terug te vinden. Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet hij sneller. Maar ik zeg het wel op een andere toon, want ik kan even de toon niet meer goed terugkrijgen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet hij sneller. Uit welke video komt dat? Ik moet plassen. Dan moet hij maar een flesje bij nemen. Oké, ja, en ik ben al zo slecht in namen. Want Brent Heinix die zegt: je bent de enige die mijn achternaam kan uitspreken. Ja, ik ben er slecht in namen. Dus dat is heel leuk dat ik op deze wel goed kan. Ja, hij moet natuurlijk. Natuurlijk moet hij sneller. Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet hij sneller. Uit welke video komt het? En het is natuurlijk een review, hè, mensen. Daar hoeven we natuurlijk niet over te twijfelen. Dat weten we natuurlijk allemaal al, hè. Maar welke review? Breakdance Hoefnagels. Nee, het gaat niet over de Breakdance van Hoefnagels. Nee, welke video, hè? Welke video? In die video kwam wel de Breakdance van Hoefnagels voor. Nou, dan is het toch niet meer moeilijk. Dat moet te doen zijn. R1 Max kwam ook in die video voor, maar welke video is het nu toch? Spannend. Spannend hoor. Kom aan jongens, het begint met een G. Kom aan. Ja, welke is het nou toch, jongens? Welke? Kom aan. Laatste kans, anders gaan we door naar de volgende vraag, want we moeten even een beetje tempo erin gooien. Dan gaan we naar 7. Veel plezier met plassen, wordt er gezegd. Ja, we gaan verder naar de volgende. De volgende is... Maar het is de eerstgebouwde breakdance. Het is geleen, zegt Brent Heinix nog even op de valreep. Kan nog net, want ja, er zit natuurlijk vertraging in, dus hij heeft weer een punt, mensen. Het is ongelooflijk. De volgende is dus, maar het is de eerstgebouwde breakdance. Welke is het? Oh ja, ik wilde nog wat doen. Ik wilde nog eventjes de winnaar van Raad Attractie met Veractie in beeld zetten. Ga ik zo meteen even doen onder de Q&A. Het is de eerst gebouwde breakdance. En hij is snel, jongen, die breakdance. Het is een review. Wat met dezelfde letter begint als geleen. Gelderen, ja, Giovanni Wilmsen. Toch weer de aansluiter gevonden.
Hoppakee. Het staat 4-3. Tussen Giovanni Willemsen en Drent Heinix. Ach, ik zit de hele tijd zo van. Ik wil niet eens weggaan, maar de vorige keer zat u net. Toen straks zei ik dat ik naar de wc moest. Ja? En toen heb ik toch gebeld. Hè? Ja. Dus toen ben ik niet naar de wc geweest, maar ik wil gewoon bij de stream blijven. Nou, je kan nu wel even naar de wc, want ik heb nog even kijken, 3 vragen. Dus je hebt nog 3 vragen de tijd, dus dat moet makkelijk kunnen. Ga ik even doen. Oké. De volgende is... Het gaat natuurlijk puur om een klein beetje koper. Het gaat natuurlijk puur om een klein beetje koper. Welke video is het, mensen? Welke video heb ik dit gezegd? Het gaat natuurlijk puur om een klein beetje koper. Het gaat natuurlijk puur om een klein beetje koper, mensen. Het is geen review, dat kan ik al vertellen. Oeh, dat is jammer, Brent, want jij staat wel voor. Maar goed, dan hebben de anderen meer kans. Maar ga lekker douchen, jongen. Als het maar geen... niet dat je zegt van nou... een koude douche, hè? Koude douche. Ja, dan zijn we nog maar met z'n drieën. Hopelijk dat er zometeen... nog wat mensen terugkomen. En anders is het pech, dan zijn we met z'n drieën. Ja, dat Giovanni, dan heb je alle kans, jongen. Ja, brengt me wel op een idee, Giovanni. Gaan we zo meteen even naar kijken. Kermisjournaal 22? Ja hoor. Kermisliefhebber. We zijn dus nog met meer, Giovanni. Even kijken. Kermisjournaal 22 klopt inderdaad. Kermisliefhebber was eerder. Ik zal gelijk de volgende even geven. Even kijken. Kermisliefhebber, hè? Dat onthoud ik. Even kijken. Er komen wat nieuwe dingen in. Oh, waar zal dat over gaan? Zou dat niet toevallig over deze stream gaan? Waar zou het over gaan, mensen? Er komen wat nieuwe dingen in. Even kijken, hoor. Waar heb ik dat nou? Ik heb het hier geschreven. Er komen wat nieuwe dingen in. Er komen wat nieuwe dingen in. Er komen wat nieuwe dingen in. Mensen, ik heb net al een dikke vette hint gegeven. Kom aan. Gaat het niet over deze stream? Of gaat het wel over deze stream? Nee, dat is niet waar. Kermisjournaal 21 niet. Er komen wat nieuwe dingen in. Denk het recenter, Giovanni. Denk het echt. Zo, daar ben ik weer. Super recent is deze video. Dus denk het echt zo even dat je zegt van nou eventjes dat je... Ja, recent. Er komen... Even, wat was er? Even kijken hoor, mensen... Alles loopt even naar de kleren in. Even kijken. Er komen wat nieuwe dingen in. Er komt weer een... Juist, dat is hem. De kermisliefhebber heeft hem goed. Ja, niet helemaal goed. Maar ik kreeg hem goed. Omdat het zaterdagavond is, reken ik hem goed. Heeft er ook al 2. Tussenstand... Brent Heinix, ja, ik heb het gehoord. Ja, maar ik was gewoon verder aan het gaan. Even kijken, Brent Heinix heeft er 4. Giovanni Willems heeft er 3. En de kermisliefhebber komt er kort achteraan met 2. En even kijken, we hebben er nog eentje. In welke video? Mijn vader zit de stream te kijken. Oh. Hallo papa! In welke video die voorkomen? In
welke video die voorkomen. Oh, dat is helemaal niet moeilijk, hè? Dit is wel heel makkelijk. Die moet je weten. Omdat het zaterdagavond is, geef ik een hint. Is het misschien dezelfde? Ja, oké. Welke video is het? Ja, het is angstvallig stil. En rustig. In welke video die voorkomen? Welke video's die voorkomen? Maar wat komt er dan voor? En waar heb ik het gezegd? En dat is vooral het antwoord natuurlijk. Pam 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 para pam. Ben ik mijn chat kwijt? Juist, hier is die weer. Wat zei je? Ik zal het nog een keer herhalen. Ja, kermisliefhebber heeft het alweer goed. Het is gewoon hetzelfde antwoord. Oké, dat betekent dat hij is er niet meer. Hij ging douchen, maar hij heeft wel gewonnen. We hebben een tussenstand van 3, een eindstand trouwens, een eindstand van 3-3-4. En gewonnen heeft Brent Heinix met 4 punten. Dus nou, dat is interessant. Schakelen we weer terug even naar Q&A. Dus stel je vraag nog even. En om 10 uur gaan we natuurlijk Raad Attractie met Flaxie nog even doen. En dan sluiten we af met een laatste Q&A. En dan vind ik het genoeg voor vandaag. Denk ik. Wat vind jij? Ja, ik vind het goed. Maar je zei toch dat we om 10 voor 10 de Q&A gingen doen? Oh ja, maar goed, ik heb het nog niet veranderd dus. Oh, oké. Ja, er staan nog steeds... Maakt niet uit. Er staan nog steeds 10 uur dus. Maakt niet uit. Laat je vragen maar binnenkomen. Ja, laat die vragen maar binnenkomen, inderdaad. Als er nog mensen zijn. Als het goed is, ja. Mijn ene programma zegt dat er 7 aan het kijken zijn. Mijn andere zegt dat er 3 aan het kijken is, dus. Nou. Hij heeft 1 minuut vertraging, de chat. De chat. Ja, maar de chat staat er niet helemaal goed op. Dat kan ik je vertellen. De onderste, die klopt niet. Maar ik weet even niet hoe ik het goed kan krijgen. Papa, typ iets in de chat. Even kijken, hoor. Dan zie ik dat je kijkt. Nee, oh, dan gaan we camera. Wat ik wil lukken is... Ja, dat is ook al een paar keer gebeurd. Ja. Wel grappig. Als je zo'n koptelefoon zit te trekken, dan... Ben je ooit in Port Aventura geweest? Nee. Nee, helaas niet. Dat is wel grappig, want... ik zit op een camping, meestal, bijna ieder jaar. Maar ik ben er nog nooit geweest. Oké. Okay. En die is iets van 10 kilometer of zo bij in de buurt. Alleen mijn moeder die zegt altijd, je gaat daar toch in die bloedhutten niet rondlopen. Want dat is Spanje, hè? Oké. Dus, ik wil het wel heel graag. Maar of het er ooit van gaat komen, denk ik niet. Giovanni Wilms zegt, ik heb je op Facebook en Skype de volgende chat, de volgende stap... app. Nou, dat denk ik niet. Ik heb je op YouTube. Ja. Niet op Facebook? Jawel. Ook op Facebook. Heb je ook Insta? Nee. Ik wel. Nee, dat begin ik nog niet aan. Nee, denk helemaal niet aan. Ik heb wel Twitter, maar daar doe ik ook niks meer mee. En Snapchat. Nee, dat heb ik ook niet. Ik wel. Ik ben niet zo modern eigenlijk. Tenminste, niet ja, goed. Wat is modern? Maar niet die dingen. Even kijken. PWR die gaat volgende week naar Port Aventura. Plus een dag gratis met mijn Europark-abo. Oké. Europa-park. Ja, dat snap ik.
Maar ik lees even precies op wat hij zegt. Er komen niet echt vragen binnen. Niet veel, nee. Ja, het is nu nog niet zo druk natuurlijk. Na 10 minuutjes dan gaan we nog een raadattractie voor Flaxie doen. Moeten we natuurlijk wel eventjes een paar attracties weten natuurlijk, hè? Om te doen. Is even leuk om het te vertellen, het even tussendoor. Dat ik kwam in Mönchengladbach Gladbach kwam ik Ride Reviews tegen. Dat is een Duits YouTube-kanaal, zeg maar. Beetje vergelijkbaar met Extreme Rides. Of mij ook wel, want hij heeft ook wel iets van... waar hij nieuws vertelt. En dat doet ook livestreams en zo. Maar dan Duits. Ja. En die kwam ik daar tegen. Die was daar een meeting aan doen. Op de kermis in Mönchengladbach. Een hele dag. Dus even interessant tussendoor. Kom je naar de kermis in Wageningen? Nee, ik niet. Ik ook niet. Ik weet niet eens wat ligt. Ja, ik hoef niet aan mijn hoofd, dus zou ik dan op moeten zoeken. Even kijken. Ja. Wat vind je van mijn video die ik op Facebook heb gegooid over Kermis Arnhem? Zag er leuk uit. Ik dacht dat dat alleen een beetje veel bewoog. Misschien, als ik het goed heb hoor, dan moet je misschien nog een klein beetje opletten. Maar voor mij is met een telefoon gefilmd. Als ik het goed zag. Ik heb je niet op Facebook, dus ik zou het niet weten. Ja, hij heeft hem voor mij ook op het kermisforum gezet. Die video's. Je hebt in ieder geval 10 likes. 10 likes? En hoeveel dislikes? 0. Oh, dat valt nog mee, want er waren net nog een paar haters in de chat. Ja. Wat vind je van de kermis in Heerhugowaard? Dat was volgens mij van de week, kwam er een lijst van uit. En die was niet echt heel bijzonder volgens mij. Wat staat er dan? Ja, ik dacht, even kijken. Ik zoek hem even op. Want, ja, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar volgens mij was die niet heel bijzonder. Ik zal hem even opzoeken. Even kijken hoor. Of ik naar de Tilburgse kermis ga? Ja, daar ga ik heen. Ja, ik ook. Eerste zaterdag waarschijnlijk van de Tilburgse kermis. Oh ja, ik zou het niet weten. Ik ga met mijn oma, dus... Ligt eraan wanneer oma gaat, hè? Ja, natuurlijk, ja. Ik kan die lijst zo even 1, 2, 3 niet vinden. Even kijken, dan zoek ik even via iets anders. Wat staat daar? De tsunami, de eclipse, de disco train, de power dancer van Witte, Magic City, Funhouse van Verwijk, de La Bamba van Bulk en dan Autoscooters Crazy Cars van Braak. City Hopper, Clown Coaster van Buwalda, dat is die tweede. Circus Swing, dat is zo'n mini zweef. Yes. Vliegtuigmolen van Blokker, de bungee trampoline van Vandermeer, de Walking Waterballs, de minicars en de Caribbean Adventure. Oh, dat is op zich nog geen slechte lijst met de eclipse en de tsunami. Heb ik me toch vergist. Die Walking Waterballs, zoals je kan zien, die zijn soms wel 8 euro voor 3 minuutjes of zo, hè? Dat is kei duur. Ik denk dat die ballen zoveel kosten. Die ja, lucht... of dat lucht wat erin zit, ja. Ja. Even kijken. Ik ga eens aan mijn vader vragen wat hij van de stream vindt. ik heb het op Polyp Forum, huh? Zegt hij. Wat is dat? Luc van Gogh, die hebben we nog niet gehad. Even kijken. Welke opleiding heb je gedaan? Ik heb praktijkonderwijs gedaan. En
daarvan uit gaan werken in de bouw. Dus. Ik ga even aan mijn vader vragen wat hij van de stream vindt. Oké. Okay. Hij zei dat ik een ander shirt aan moest gaan doen. Nou, ik vind dit wel goed. Oh ja, goed. Maakt uit. Ik zit hier ook gewoon in een normale klofje. Ja. En ja, vanuit dat bouwbedrijf natuurlijk, ja, dat is failliet gegaan. En ja, nu zoeken naar wat anders. En ondertussen, ja, krantenwijkje en een postwijk. Ja, dus, maar dat hoop ik snel te kunnen inruilen. Maar er moet wel werk zijn natuurlijk, hè. En ook vast werk, want ja, uitzendwerk heb ik niks aan. Want dan kan je net zo goed weer buiten geknikkerd worden. Nog 6 minuten ongeveer en dan gaan we natuurlijk... Raad attractie met veel actie nog een keer doen. Oh, dan moet ik natuurlijk ook nog een keer die schitterende jingle natuurlijk nog een keer starten. Misschien is het wel even leuk om zo meteen, dus misschien wel even leuk zodat ik denk, want ik vorige week zat ik naar de stream te kijken van iemand anders, en natuurlijk Kevin, die zat erin, en die zat dat liedje elke keer te zingen. Misschien wel even leuk om straks in, bij hun in de stream, eventjes om, ja, iets voor 10, hè. Eventjes, Kevin, zing eens raad attractie met veel actie te zeggen. Eventjes allemaal zometeen in die stream van hun. Eventjes allemaal eens even typen in de chat van... nou ja, zing eens even raad attractie met veel actie, Kevin. Misschien is dat wel even leuk. Dat was echt zo aan het zingen. Raad attractie met veel actie, doen we het nu. Dat is wel leuk, want nu komt natuurlijk dat liedje. Kijk. Actie, doen we het nu. Raad attractie met veel actie, doen we het nu. Raad de attractie met veel actie, doe het nu, oh, speel maar lekker mee. Ook ongeveer zo vals. Ik was al een beetje aan het zingen. En misschien was het even leuk om straks net iets voor 10 bij hun in de stream, bij hun in de chat even te zeggen, want Kevin, zing eens even raad attractie met veel actie. En misschien wel even leuk om dan ook gelijk te laten weten of hij het ook echt daadwerkelijk doet. Dat is wel even leuk natuurlijk. Wat vind je van de kermis in Horen? Een goede, groeiende kermis. Die toch wel een aantal toppers weten te halen naar hun plaats. Dus dat is wel leuk. Dat vind ik. Dit jaar hebben ze natuurlijk ook weer een paar van die toppers. Zoals de Flash. De Air One Max natuurlijk ook een toppertje. Dus ja, die weten altijd wel een paar van die toppers te halen. Dat is altijd verrassend. Ja, een goede, groeiende kermis. Zo. Er werd net nog gevraagd, wat vind je van de kermis in Horen? Oh ja, vind ik wel. Het staat wel een goede lijst. Maar ik ga hem niet doen, want het is voor mij een beetje te ver weg. Ja, voor mij ook. Maar ik vind het wel een goede kermis. Ik vind het ook een groeiende kermis. Hm? Ik vind een groeiende kermis. Ja. Want per jaar halen ze toch wel een aantal mooie toppers binnen. Dat is wel waar. Als je ook een paar jaar geleden stond te commanderen. Ja. Als je ziet hoe ver weg dat van Duitsland is. Ja. En dit jaar de Flash, hè? En de Air One Max. Ook, ook best wel veel toppers. De Flash en de Air One Max. De Flash. Die staat toch ook in Tilburg? Dat is toch dezelfde machine als de Rocket? Ja. Ja. Maar ja, wel een Duitser. Ja, wel een Duitser, ja. Ja, half Duits. Want ik heb begrepen dat één van de twee toch een Nederlander is ook. Uh-huh. Want hij doet wel veel Nederlands. Jij hebt in Den Haag gestaan natuurlijk, Tilburg pakt die en dan Hoorn. Ja, meer weet ik eigenlijk niet. Oh ja, Dingen staat hij ook. Assen, volgende week dacht ik. Ja, Best ook volgens mij. Oh, dat weet ik niet. Dat, daar weet ik niks van. Ik heb geen vragen meer, zegt Giovanni Wilhelms. 2 minuten nog en dan gaan we beginnen met raadattractie met veel actie natuurlijk. En weet je wat even leuk is, dat ik net ook te vertellen. Heb jij vorige week ook de stream gekeken van... Diegene die nu ook bezig zijn met streamen. Ik? Ja? Ja, een stukje. Want Kevin was dat liedje aan het zingen van Raad Attractie met Flaxie. Ja, daar had ik wel gehoord. Ja. Dus ik dacht, weet je nou wat leuk is om even in de chat te zetten? Van Kevin, zing dat er een liedje was van Raad Attractie met Flaxie. Dat dacht ik dat wel leuk is. Ja, de kijkers dan. Hè. Ik ga dat niet doen, want ik heb er geen. Dat ga ik helemaal niet doen. Maar ik dacht. Ja, ik dacht misschien was het wel leuk natuurlijk. Kevin, zing dat liedje is. Dat was die vorige keer. Ik weet ook niet hoe die daarop is gekomen. Ik weet ook niet of die nog meer gezegd heeft. Want ik schakelde pas een uur of 10, half elf schakelde ik pas in. Ja, maar het kan ook zijn dat hij het nu expres niet doet. Omdat jij natuurlijk aan het streamen bent, hè? Dat kan, want hij is ook geabonneerd op mijn kanaal. Ja, dat klopt.
Maar ik weet ook niet precies wat er aan vooraf is gegaan, hoor. Misschien wel even leuk, hè, mensen. Dat je die zegt van even lachen. Kijk, even lachen. Kijk, even lachen. Kijk, dit gaat... Ja, ik moet even scherp stellen. Ik zie hem nog even niet. Ja, in ieder geval, er staat... Zing is raad, attractie met veel actie. Ja. Ik ken de andere kanaal niet. Oh, dat is niet erg, Giovanni. Blijf maar gewoon hier. Ik doe... nu heb ik hem geplaatst. Ik ben benieuwd. Huh? Ik denk niet dat hij zal doen. Er staat fout bij het plaatsen van bericht. Oh. En bij... Ik heb hem nog een keer gedaan, maar hij doet het niet. Hoe die het vervangen is. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nou ja, goed, dan gaan wij het zien natuurlijk, hè? Mm-hmm. Want we gaan dat even doen natuurlijk. Raad attractie van Vlaxie. Ik ga eerst even overschakelen. Extreme Rides heeft weer een review geüpload. Ja, dat is elke week. Even kijken. Die kijk ik morgen wel. Die kan ik nu niet kijken, hè? Maar dit is natuurlijk veel leuker. Dat is waar. Even kijken, hoor. Daar gaan we weer. Even kijken, dan moet deze even uit. Ja. Even kijken. Ik weet niet of er al meer mensen zijn ingeschakeld. Mensen, mocht je zijn ingeschakeld, welkom terug. Je had nooit weg moeten gaan. Nee. Dat was heel leuk. Het was hier veel te gezellig. En daar gaan we dan weer. Speciaal voor de streamers aan de andere kant. En ik hoop... Als ze terugkijken, nog even lekker meezingen natuurlijk. Dit is het allernieuwste spel. Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Speel maar lekker mee. Ja. Raad de attractie. Net voor actie. En weet je wat dat maar doet, dat jij begint. Ik begin er. Ja, of heb je nog geen in je hoofd? Nee, ik heb nog geen attractie. Oh. Ja, ik heb nu wel een. Oké. Okay. We reizen er in andere landen best veel. Oeh, spannend. Maar ik heb het nu dan over de Nederlandse. Ja, oké. Okay. We hebben er één van de Nederland en het is volgens mij, weet ik niet 100% zeker, maar volgens mij is het van een andere bouwer als de rest van dat soort attracties. Oké. Okay. Nou, spannend. Ja, la. Nee, geen reacties. Misschien nog een omschrijvingje erbij? Even denken. Ja, als ik die omschrijving geef, dan weet je het gelijk. Dus daar wacht ik even mee, want er zijn nog geen... er is nu eentje. Project 1 is het niet. Ik wacht even tot er meerdere mensen geraden hebben. Meerdere keren. Ja. Nieuw Crazy Dance. Nee, ook niet. De Street Dancer. Ook niet. Hey, Jan. Wat ga je dan? Oh. Nee. Er zit paars in. Paars. Paars. Een van de weinige attracties met paars. En hoeveel zijn er van in Nederland? Eén. Eentje van die soort. Oei. En reist die nog? Reist die nog in Nederland? Ik denk het wel. Ik heb hem alleen dit seizoen nog niet gezien. Oh. Ik denk dat ik het namelijk weet, maar die reist al 2 jaar niet meer.
Welke denk jij dan? Ja, als ik dat zeg, dan weet misschien iedereen het al. Dan is het misschien verkloot. Typ het dan bij Sky. Oké. Even kijken. Dat kunnen ze toch niet zien, zeker? Ja, dat kunnen ze wel zien. Ja, bij Skype? Ja, dat kunnen ze zien, want ik zit naar te klikken. Even te kijken, hoor. Dat gaat even niet zo worden. Even kijken, hoor. Want ik heb namelijk jou in hetzelfde dingetje staan. Nee, dat ga ik niet doen. Ik zal het straks wel zeggen. In ieder geval, volgens mij reist hij nog. Vorig seizoen in ieder geval nog wel. Oké. Trouwens, ik zal een tip geven. Hij staat op Tilburg, dus hij reist nog. Oh, oké. Dus hij is paars, eentje van Nederland en hij staat in Tilburg. Ja. Er is een deel paars, hè? Een deel paars, ja. Paars en geel. Dan zal ik het heel makkelijk maken. Paars en geel? Oh, ik weet het al. Ja, ik weet het. En er is er van die fabrikant zijn er niet veel, hè? Nee, zeker niet. Nee. Oké. Nee, ik dacht eigenlijk de Discovery, maar ja, die reist natuurlijk niet meer. Van de Vries. Oh, daar loopt mijn vader hier achter. Ja, ja. De meeste zijn van die attracties gebouwd van Hus, hè? Ja, de meeste zijn van Hus, ja. Maar deze niet, hè? Deze niet. Nee. Chaos, zegt er eentje. Nee, chaos? Dat... Nee, maar die zijn er zijn geen afterburners van Hus, toch? Nee. Geen KMG. Volgens mij zijn alleen Giovanni en de kermis liefhebbenden nog. Ja, toch zitten de zesde kijk als goed is, hoor. Ja, PWR zit volgens mij nog te kijken. Kan jij zien wie er aan het kijken zijn? Ja, dat moet ik ergens kunnen, maar dat heb ik nog nooit onderzocht. In ieder geval zitten er nu zeven te kijken. Dus het is de enige in Nederland. De meeste zeggen bouwt een Hus. En er is paars met geel. En er staat op de kermis in Tilburg. Ik zet het even in de chat. Ik heb gezet NL, niet Hus, paars, geel en Tilburg. Juist. Nee. R1 Max, ja, dat is ook paars geel. Staat op Tilburg, maar het is ook geen Hus. Maar daar zijn er geen meer van, toch? Nee. Ja, er zijn er wel meer van. In Duitsland reist er nog een. Ja, maar geen van Hus in ieder geval. Nee. Maar deze is niet van Hus, hè? Nee. Die waar ik het over heb, is best een moeilijke, denk ik. Nee, Airwall Max is het niet. Ze vinden het een hele moeilijke. Dat denk ik ook, ja. Even tussendoor, kermisliefhebber, bedankt voor het kijken. Zal ik nog eens even een tip geven? Ja, doe het eens. De schijf waar die op staat, die gaat omhoog, zeg maar. Oeh, nu is het toch niet meer moeilijk, hè? Nu is het echt makkelijk. Ja, waarschijnlijk weet jij het nu zeker als je de goede in je hoofd hebt. Ja. Ik wist het al sinds dat de Discovery het niet was. Het is een hele moeilijke, dus ik zal zeggen dat je de exploitanten niet bij je hoeft te zetten. Het heeft ook iets met het weer te maken. Ja, het heeft iets met het weer te maken. Ja, het is geen polyp. Nee. En als het een polyp had geweest, welke dan? Maar volgens mij zijn er ook geen huispolypen, of wel? Ja, in pretpark heb ik er een zien staan. Ja, in pretpark, ja. In Duinruil, volgens mij. Nee, Duinruil Slagharen. Nee, dat is een monster in gewoon. Nee, ik wacht ergens in het buitenland, in een pretpark. Mhm.
Nou, ze weten hem niet, hoor. Nee, ik denk ook dat er een beetje te weinig mensen zijn. Nou, het is een schijf die naar boven gaat, hè? Dat heb je toch gezegd net? Ja. Schijf die naar boven gaat. Een weer. Zal ik de expertant erbij zeggen? Is goed. Wat dan? Van de wiel. Nou, dat is een inkoppertje. Nu moet het te doen zijn. Ja, nu moet iedereen dat wel weten. Als ze nou niet weten, dan denk ik direct zelf toch dat ik slim ben. Ik kom echt geen reacties meer, hè? Tornado, ja, PWR heeft hem. PWR. Dan gaan we die even opzetten, PWR. En dan moet ik een nieuwe doen, natuurlijk. Ja, die te laat. Ja, dat is altijd, hè. Dan zet eentje, zet het en dan lijken ze allemaal... Oh, ja. Ja, tuurlijk denken ze dat allemaal. PWR. Volgende is... Even denken, hoor. Wat gaan we eens doen? Gebouwd bij Technical Park. Oeh. Flying Jump. Nou, ik denk dat het nog op de vorige was, maar dat is niet waar. En daar zit ook geen paars in, hè? Dat is roze. Oh, die Huspoliep die staat in Denemarken. Park Asterix. Denemarken. En in Park... Oh, en in Park Asterix. Daar staat de Huspoliep. Zie je wel, ik had hem ergens gezien. Oh ja, tuurlijk. Ik had die review gezien van Extreme Rides. Ja, inderdaad, ja. Juist. Even kijken. Wat zei ik nou net? Oh ja. Nou, hij is al goed. Luc van Gol. Impact. Van Hamers. Impact, zeg. Moet ik dan weer gaan? Ja, dat is goed. De reis zit er volgens mij één in Duitsland en één in Nederland. Ik weet niet over de voor de rest nog reizen, maar ik weet dat er één in Duitsland reist en één in Nederland. In Nederland, het is zeg maar een soort attractie, maar dan iets erbovenop. En in dat soort van attractie hebben we er heel veel reizen in Nederland. Weet je hem dan? Ja, ik denk dat ik hem weet, ja. Als ik het goed heb, dan is het een hele goede attractie. Ik vind het zeker een goede attractie, ja. Heartbreaker, zegt PWR. Ja, PWR heeft het goed. Serieus? Zeker van Bartels, ja. Oké. Okay. Hij heeft die twee punten. Heb jij een andere dan? Ik had een andere in mijn hoofd, ja. Ik dacht eigenlijk de Aero Max. Nee. Maar inderdaad, Heartbreaker klopt ook, want de Venus die reist in Duitsland. Het is eigenlijk gewoon een wippie die over de kop kan, hè? Ja, klopt. Gebouwd bij Mondial, hè? Inderdaad. Juist. De volgende, dat mag ik dan weer doen. Ja. Nou, Luc van Gol, je moet hem wel even inhalen natuurlijk. Weer even gelijk komen natuurlijk. Hè? Want je staat er 1, 2 achter. En PWR staat voor. Eens even denken. Een populaire attractie in België. Ongeveer een beetje de populairste attractie van België. En... Giovanni Willems loopt wel heel erg achter, volgens mij. gebouwd bij Sobema. En het heeft te maken met... een ster en een film. Maar welke attractie is het? Ja, je hebt het hier wel heel makkelijk gemaakt. Oh, dat was niet de bedoeling. Decadence. Nee, dat is niet goed. Gebouw bij Sobema, jongens. Nee. Decadence van Huus. Ja. Dat is een huis spreken. Dus dat is niet Sobema. Hij kan voor en achteruit. Zeker, nee. Die is gebouwd bij Mondial en niet bij... ja, kan ook natuurlijk... Een Belgische attractie, hè? Ja.
Kan, de shaker kan natuurlijk ook, want er zijn ook twee van Sobeme natuurlijk. En dat zijn toch die ringshakers? Ja, nee, ook een gewone. Want die is gebouwd door Sobeme samen met Fabri. Mm-hmm. Die andere, die heb ik in Genk gezien. Die zijn echt heel slecht. En die ringshakers echt slecht. Ja, die rollen niet lekker. Nee. Bij Sobeme gebouwd heeft hij te maken met een film en een ster. Kan voor en achteruit. Mm-hmm. Breakdance Extreme is een Duits of is een Franse. Crazy New Dance. Nee. We zijn al meer dan 3 uur bezig. Ja, ik heb op de teller 3 uur en 22 minuten. Mm-hmm. Dat is mijn langste stream ooit. Dus ik kan voor en achteruit heeft iets te maken, de naam heeft iets te maken met een ster en een film. Sobeme gebouwd. Even kijken, de kleuren. Er zit veel blauw in. Nou, 46 Zelda. Popcorn Party. Nee. Muziek staat nu wel weer hard bij mij, hoor. Oké. Okay. Ik kan het slecht liggen. Misschien is dat als ik niet praat ook. Misschien ligt het daar aan. Ja, meestal als jij even niet praat, dan gaat hij harder. Ja, dat kan. Ja, dan... Dat is Omen. Nee. Nee, het is Nederlands, jongens. Dat is... Het is een Belgische attractie, attractie, iets met een ster en een film. Cyber Party, nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Hij kan voor en achteruit gebouwd bij Sobeme en hij is een beetje blauw. Donkerblauw. gebouwd bij Sobeme, hij is van Severijns. Ik heb hem laatst nog gezien op mijn laatste, nee maar één en laatste Belgische kermis heb ik hem nog gezien. Zit hij in een review? Ja. Oké. Okay. Hij zit in de review van Genk. Oké. Okay. En van Oostende. Te moeilijk, nee hij is niet moeilijk. Wel of er, Als je een film en een ster in het buitenlands vertaalt, in het Engels vertaalt, dan weet je de naam. Ik heb ineens 4 abonnees erbij. Of dat naar de stream komt of niet? Dat zou kunnen natuurlijk. Dat zou bij mij niet wezen. Nee, ik sta nog steeds op hetzelfde. Zijn er 7 aan het kijken nu? Dus al die 7 abonneren allemaal op mij? Juist! De Movie Star! De Movie Star van Severijns. Dat is hem. Hij heeft er weer een PNWR. Je mag de volgende weer doen. Ja? Ja. Oké, okay, er reizen er 2 van in Nederland, maar ik heb het nu over een Duitser. Het is een hele nieuwe attractie. Ik heb aan het begin van de stream gezegd dat ik hem heel mooi vind. Oeh. Ik zeg nu even niks, we gaan gewoon in de chat kijken. Ik weet het ook niet meer. Ah.
Herhaal het nog eens een keer. Het zijn reizen er twee van in Nederland. Het is een Duitse attractie, een nieuwe. En ik heb, ja, Apollo 13. AWR heeft hem. Oké. Interessant. Het heeft er weer al eentje. Die heeft er vier. Het staat 4-1 tussen PWR en Luc van der Gooi. Wie gaat er tussen komen? Dan mag ik er weer een doen. Ja, oh, dat is waar, ja, dat je dat zei in het begin van de stream, ja. Dat was ik alweer vergeten. Ik moet trouwens over 10 minuten stoppen. Over 10 minuten? Ja. 10:30, oké, dan doen we er nog een paar en dan sluit ik alleen de stream wel af. Oh, Kermis van Aard is weer terug. Of, dat is geen tijd meer voor me, goed. Goed, even een nieuwe, natuurlijk. Het is, er reist er ook één van in Nederland. En op de kermis in Bergen-op-Zoom stond een attractie met dezelfde naam. Hij is gebouwd bij Funtime. Welke attractie is het? Dus hij stond ook op de kermis in Bergen-op-Zoom. Een attractie met dezelfde naam, dit jaar. Hij, dezelfde soort attractie reist ook in Nederland. Maar deze attractie die reist in Duitsland vooral. Hij stond, als ik me niet vergis... Nee, dat vergis ik me wel in. Ik wou zeggen, hij stond ook in Frankrijk dit jaar. Maar dat vergis ik me volgens mij in. Dat was een... De Tower, nee. Want hij reist in Duitsland. Kermis van Aard. Funhouse, nee. In Bergen op Zoom stond een attractie met dezelfde naam als de attractie die ik zoek. Kermis van Aard zit trouwens wel verdacht in de buurt, hoor. En volgens mij schakelt Kermis van Aard net in en die heeft wat in te halen, want het staat al 4-1 voor PWR. Swingbob, nee. Stond hij daar? Nee. Maar hij zit wel warm. Hij zit heel warm. Ja, Giovanni Willemsen. De Hangover. Dus dat klopt. Jij bent weer. Ik ben weer. De reizen er twee van in Nederland en eentje daarvan bedoel ik. Er is pas geleden een bij jou in de review geweest. Uit Duitsland. Oké. Dus er reizen er twee in Nederland. En eentje uit Duitsland is pas geleden bij jou in de review geweest. Ik zou het zelf ook niet weten. Oh, ik denk het al. Ik denk, ja. Ik kan niet anders als die wezen. Kleur groen? Welke? Die ene uit Duitsland? Ja. Of die ene die ik bedoel? Nee, ja, uit Duitsland. Die uit Duitsland zeg ik niet welke kleur. Oh. Maar ik bedoel die uit Nederland, hè? Oh. Ik bedoel die ene uit... We hebben er twee in Nederland reizen. Er reizen er wel meer in Duitsland. Alleen eentje is pas geleden bij jou in de review geweest. En eentje uit Nederland bedoel ik. Maar welke is het dan? Die uit Duitsland is die groen. Nee, in Duitsland is die niet groen. Oh. Nou, is de propeller? Wordt er gevraagd. Nee, het is niet de propeller. Want er reizen er geen twee van in Nederland. Was ik al bang voor. Dan reizen er volgens mij maar twee van in Europa, dus. Ja, volgens mij ook, ja. Wel van die soort, ja. Eentje in Duitsland en nee, het is niet de Rocket, want daar reizen er ook geen twee van in Nederland. Nee. Dat klopt. De Flash, nee, dat is dezelfde als Rocket en de Flash komt niet uit Nederland. De Sneutje had ook niet.
Ik wil de exploitant erbij weten. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik het ook niet weet, hoor. Nee, moet ik wat meer details gaan geven? Ja, misschien, misschien. We hebben er twee in Nederland. Eentje is licht en eentje is donker. En ik bedoel de wat meer donkere. Nee, niet de turbine. Ja, het is een goeie. Ik weet het zelf ook niet. Nog steeds niet. Een licht en een donker. Nou, en zeg maar die wat lichtere kleuren heeft en wat donkerder kleuren. Oh, ik denk dat ik het wel weet, ja. Maar... Ja? En men, die Duitsland, nee. Ik denk niet dat het goed is. Oh ja, ik denk dat ik het wel weet. Ja, ik denk, misschien kan je de fabrikant erbij zeggen. Nee, want dan weet iedereen hem gelijk. Ja. Nou, welk land is die gebouwd dan? Oh ja, weet ik veel. Nou, dan denk ik ook niet dat ik goed zit. Ik zal zeggen welke kleur die uit Duitsland heeft. Die uit Duitsland is zwart met geel. Ja, daar zit ik goed. Ja. Dan is die in Nederland gebouwd. Ja, volgens mij wel, ja. Hij was in de review te zien, hè? Ook. Ja. Op de gewone video heb ik een dikke harde claim. Ja? Ja, volgens mij heb ik daar ook de achtergrondmuziek erachter gezet. Dacht ik. Tornado. Nee, die is net al geweest. Daar heb je nou weer gemist. En welke wou je weten? De donkere? De wat meer aan de donkere kant. Ja. Met exploitant. Mag ik er iets aan toevoegen? Weet je het niet gelijk, hoor. Vroeger was die van Blum. Ja. Nee, van Boos. Sorry, van Boos. Ja, van Boos, ja. Ja. Op die vraag van Giovanni, ja. Hij staat nu... Jump, nee. Hij staat nu in Deventer, mensen. Deventer. Ja, ik verstond je even niet. Je viel even weg weer. Ja, we hadden beter een teller project 1, inderdaad. Maar juist. PWR weer. Hè? Met de exploitant, hè? Oh, met de exploitant, sorry. Dat was wel weten. Lijkt mij. Nee. Chaos is niet van de wiel. Ja. Van de weert. Waar is de lach als je hem nodig hebt? Trouwens. Chaos van de wiel. En project 1 schrijf je zo. Project 1 schrijf je zo met een K. Ja, het was goed, hè? Die project. Juist. Ja, hij is Kermis van Aad. Kermis van Aad heeft hem inderdaad. Die andere was dus de chaos van de Weert. Nou, daar ben jij weer, hè? Ik moet zeggen, dat valt me flink tegen van Kermis van Aad. Dat had ik beter verwacht. Mm-hmm. Dus, maar ja, goed. Dat maakt niet uit. Ik kan niet allemaal winnen, natuurlijk. Ja. We pakken gewoon een attractie uit... Oh, dat is wel even interessant. Een attractie uit België en Nederland. En volgens velen is die alleen van een Belgisch exportant. Maar hij is toch ook echt van een Nederlandse exportant. En die gaan hem samen exporteren. En waarschijnlijk nog een andere attractie erbij ook. In Nederland. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Ik heb nog 3 minuten, dus... Oké.
Het is een 40 meter hoge attractie. En hij doet nu op dit moment zijn eerste kermis. Hij komt ook voor in één van mijn reviews. Maar toch ook weer niet helemaal. Turbine. Nou, als die 40 meter is. R1 Max, nee. Nee. België heeft kermis van Aad. België. België en Nederland. Het heeft met de hel te maken. Oh, ja, dat denk ik wel dat ik hem weet. Ik heb het gezien, Giovanni, maar het is de gaststreamer en die mag dat voor één keertje doen. Ja, goed zo. ...40 meter hoog dus... ...samen met een Nederlandse exploitant... ...in België. Hij draait nu zijn eerste kermis. Hij komt in een review van mij voor... ...40 meter hoog, gebouwd bij Fabri. Ik moet eerlijk zeggen... ...ik zou deze ook niet weten. Hij is splintertje nieuw hoor. Hij komt ook in mijn kermisjournaal voor. Maar daar zeg ik... ...dat hij van... ...Koevoets is. Daar is hij ook van. Ja, daar is hij ook van, maar... ...hij is ook van een Belgische exploitant. En hij heeft nu ook een naam gekregen. Die naam heb ik nog niet uitgesproken in een kermisjournaal, maar wel in die review van die kermis waar hij nu op dit moment staat. In België. Moeilijk kan het niet wezen. En het heeft dus te maken met de hel. Ik zou deze ook niet weten. En die naam... Ik heb ze gezien met de hel, alleen naam. Die naam, hel, komt ook in de attractienaam voor. Maar welke attractie is het nou toch? Ja, als ik dit ga zeggen, dan weet iedereen het gelijk. Hij staat op de kermis op een lelijk plein, groot veld, waar het ook nog eens behoorlijk kan stinken. Baba. En waar je ook bijna je nek breekt. Dus? Iedereen weet het waarschijnlijk nu wel. Kort bij Nederland. België. Diezelfde eigenaar heeft ook... Bijna Luvagol. Spannend. Ja, ik kan hem net niet goedkeuren. Even een klein tipje. www.teampark.nl. Meer ga ik niet zeggen. Ik hoop dat het verstaanbaar was. En zo niet, is pech. Klopt, PWR. Maar ja, nu die naam nog, hè, de officiële naam. Luc van Gogh zit in de buurt, maar even die officiële naam, gebouwd bij Fabri. Kom aan jongens, hoppakee. De sleur is er een beetje uit. Maar goed, we sluiten ook zometeen af. Na deze vraag denk ik, hè, toch? Want jij moet ook weg. Ja, ik moet zo weg. Ja. Nee, Ghostwriter niet. Nee. Fabri. Nee, het potje hel zit erin, hè? Juist, het woordje hel zit erin. En nou. Hij gaat heel snel. Als je heel snel in de auto gaat, ja, hoe noem je dat dan? Als je heel snel in de auto gaat, je denkt van nou, ik wilde tegen iemand. Nee. Oh, een Belg, kermis van had, een Belg. Ghostwriter is een Duitser. Als je heel snel met de auto gaat, hoe noem je dat? Hoe... En dan word je hel ervoor. Oh, ja, tuurlijk.
Ik weet het. Hij zou ook in Aalst komen, ja, had hij afgezegd, omdat hij nog niet klaar was. Ja. Ja, het is wel verkeerd geschreven, maar dit trekt rekening meer beter als Luc van Gol. Giovanni Willemsen. Doe er nog eentje van jou of niet? Ja, ik weet niet of het nog mag. Mama, nog eentje? Eentje nog. Oké. Even denken. Dan doen we... Ja, hij heeft op Tilburg gestaan. Een paar jaar geleden. Ze waren heel blij dat hij kwam. En hij is met de trein gekomen. Oeh, dat is een inkoppertje. Die zou je zo moeten weten. Ja, die moet je weten. De exploitant hoeft er niet bij. Nee, die weet ik eigenlijk ook niet uit mijn hoofd. De exploitant. Nee, daarom ook. Denk ook bijna dat hij binnenkort de grootste reizende in zijn soort is. Denk ik, hoor. Mm-hmm. Dat denk ik wel, ja. Was die... Luc van Gol? Ja, bestrekker, okay. Inderdaad. Luc van Gol heeft ook 2 puntjes. Ik zou zeggen, nou bedankt dan, hè. En ja, misschien volgende keer nog eens een keer. Ja, misschien wel. Maar goed, volgende keer misschien een keer een ander. Maar goed, misschien komt er ook nog eens een keertje een keer iets. Ja. Gaan we doen. En allemaal even abonneren natuurlijk op Altijd Kermis. Een beginnend YouTube kanaal. Zeker abonneren. Dus als je het leuk vindt, even kijken op dat kanaal. Als je het leuk vindt, even abonneren. Oké. Okay. Bedankt. Ja. En okay. Doei, hè. Doei! Doei! Oké, nou dan gaan we die er even uithalen. En dan doe ik er nog eentje en dan gaan we de afsluiting doen van deze stream. En dan gaan we de volgende keer natuurlijk weer een nieuwe stream. Even kijken, waar staat die? Deze. Hoppatee. Zo. Ik ga mezelf een beetje groter maken. Kijk. Hoppatee. Het is ook een beetje donker nu hoor. Slecht licht. Maar goed. We doen er nog eentje in Raad de Attractie met veel actie. En dan gaan we naar de afsluiting van deze stream. Kan je de laatste vragen nog even stellen natuurlijk. En dan gaan we weer kijken wanneer we er weer een volgende gaan doen. Natuurlijk. Al even leuk om te vertellen dat ik aankomende vrijdag vertrek naar de EWOF voor een weekje. Hartstikke leuk om te vertellen natuurlijk. Misschien heb je er helemaal niks aan. Hartstikke leuk. Komen natuurlijk ook video's van op dit kanaal. En volgende week komen er ook video's van Hengelhoef. Oeh, spannend. Goed, we doen nog eentje. Even kijken hoor. Het is... er zijn er 2 van in Nederland. Eentje van in België. En die van in België die gaat waarschijnlijk dus ook... Dat heb je niet van mij. Kermis in Nederland doen. En ik zoek degene die het heftigst is van de 2. Dat heb ik vaak ook gezegd in reviews. Dus als je een beetje dit kanaal een beetje in de gaten houdt, dan moet je dat weten. Hoe heet die attractie? Er zijn er 2 van in Nederland. En ik zoek de heftige van de 2. Eentje in België. En hoe heet die de heftige van de 2? Die ik vind. Oeh. Spannend. Ik wacht op het eerste antwoord. Welke... attractie bedoel ik. Nee, is niet goed, Giovanni. Maar had wel gekund. Nee. De chaos is het niet. Eentje van reizend in België. En 2 in Nederland. En ik zoek
de heftige van de twee. Het is een vrij hoge attractie. Die van België is trouwens nog hoger. Nee, geen turbine. Nee, geen Booster Max. Nee. Volgens mij is die gebouwd bij Technical Park. Dus reis de twee in Nederland. De heftige daarvan zoek ik. Eentje in België, die is iets hoger. Is hij wel eens in Venema geweest? Nee. Volgens mij is die gebouwd bij Technical Park. Dus. En. Nee, dat ga ik niet zeggen, want dat weten jullie het. Nee, Speed is het niet. Had natuurlijk theoretisch wel gekund. Reuzenrad, nee. Nee, geen Impact. Nee, want er reizen geen twee voor in Nederland. Vorig jaar. Vorig jaar waren die twee exploitanten van die twee Nederlandse attracties. Met exact dezelfde achternaam. Nou, dat is een inkoppertje. Een inkoppertje, mensen. Welke attractie is het? Het is de heftige van de twee. Zijn er twee van Nederland? Nee, dat is niet waar. Dat is niet goed. Altijd kermis. Ryan. Twee dus reizend van in Nederland. Eentje in België, die in België is hoger. En je hangt aan een zijden draadje. Die je wel uit kan rekken. Breakdance Part 2. Nee, er is er geen 2 van in Nederland. Ja, Hoefnagels heeft er 2, maar geen 2 nummer 1. Vorig jaar hadden ze dus dezelfde achternaam. Ah, come on. En die hangt aan een zijden draadje. Nee, geen City Hopper. Je hangt aan een zijden draadje, mensen. Ja, maar iets meer in details treden. Iets meer in details. De heftigste van de twee. Ja, PWR heeft het goed. Het was inderdaad de Air Race Bungee. De Air Race Bungee, PWR. En daarmee heeft hij 5 punten. En daarmee is hij ook de winnaar van deze ronde. Ik ga nog even alle winnaars van vanavond opnoemen. Vind ik wel even leuk. Van Radattractie en Vlaxie 2 edities hebben we gedaan. Was hartstikke leuk natuurlijk. En daar is de winnaar van de eerste editie. Even kijken. Brent Heineks. En bij de tweede editie is de eindstand geworden... Giovanni Willems 2, Luc van Gol 2, Hermes van Aat 1 en PWR heeft duidelijk gewonnen met een schitterende 5 punten. Gefeliciteerd, hartstikke gefeliciteerd. Jij bent de kermiskenner en dan de Patrick AH kenner. Nog ook eventjes oplezen. Dat heb ik hierbij gehouden. Dat was natuurlijk het nieuwe spel. Even kijken, zeg ik dat goed? Nee, dat heb ik niet goed gezegd. Want ik heb niet goed gezegd. Want het nieuwe spel was namelijk dat... Brent Heineks gewonnen heb. Het eerste deel van het kermis... De kermis. Tot de late livestream. Nou, we gaan nu zo zachtjes aan een klein beetje afsluiten. Dus we doen zo meteen nog een korte Q&A. En dan gaan we naar het einde van de stream toe dus. De eerste editie was gewonnen door Kermisgekte. Met 6 punten.
En de kermisree komt erachter met 4. Ook de kermis slash vuurwerkfreak mee. Remco Jurgens deed mee. En Giovanni Orlemsen deed ook mee. Nou, hartstikke gezellig, hartstikke leuk, hartstikke vet, hartstikke gaaf. Laten we nog eventjes eindigen met natuurlijk een laatste Q&A. Een laatste Q&A. Kom maar even door met de laatste vraag natuurlijk. En dan zullen we ermee afsluiten. Kom maar door. Slaap lekker, Giovanni. Bedankt voor het kijken, Giovanni. Even kijken, ik was even wat anders aan het doen. Even kijken of er nog vragen komen. Er komen weinig vragen meer. Wanneer gaan we naar de EMOF? Vrijdag. Aankomende vrijdag en een weekje. Blijf ik daar. Hartstikke leuk. Er komen dus ook video's mee. Ik was er al vaker geweest. En even denken wat wil ik zeggen. Toen had ik nog geen onderwaterkamer. Dus ja, nu komen er dus wel video's van. Hartstikke leuk park is het ook. Hartstikke mooi zwembad ook. Een van de mooiste zwembaden. Van de Centerpark serie, naar mijn mening. Sowieso heel familiegericht vind ik deze. Met een compleet setje. Alleen ja, ze missen een koraalbad. Wat de normale de Centerparks parken wel hebben. Kan je ook langs Wageningen gaan? Draait hij dan ook? Dan zal ik eens eventjes kijken. Even kijken dan. Dat heb ik het verkeerd geschreven? Wacht even. Even kijken. 8 juni tot 12 juni. Even kijken wat ligt dan. Ja, theoretisch zou dat kunnen, ja. Dat klopt inderdaad, Giovanni. Maar ik denk praktisch niet echt. Want ik heb ook nog andere plannen in die week. Even kijken. Van 8 tot 14. Oké. Ligt op de route. Ja, ligt wel op mijn route ongeveer. Nou, niet helemaal. Ik rij via Utrecht van naar boven. Dus dat. Maar goed. Misschien. Misschien. Je weet nooit. Maar ik denk dat de kans klein is. Goed. Ik denk dat we gaan afsluiten. Want er komen geen vragen meer binnen. En dan had ik gedacht om... Even kijken. De livestream die gaan we nu afsluiten, heb ik net ook al gezegd, kermis slash vuurwerkfreak. Want ja, dat was een beetje aan het eind. Ik wil bij deze iedereen bedanken voor het kijken, het was gezellig, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het ook leuk persoonlijk met de gaststreamer. Volgende keer pakken we een volgende gaststreamer. Wil jij nou degene zijn die volgende keer ook in de in de stream komt, dat kan natuurlijk. Dan kan je mij toevoegen op Skype, de Patrick H. En dan kies ik volgende keer een nieuw persoon uit. Dat doe ik van tevoren. Dat alles van tevoren klaar staat. Dus dat kan. Dus wil je dat doen, kan aan de aankomende periode. Kan je gewoon mij toevoegen op Skype. Ik heb gezien dat ik nog iemand binnen heb gekregen. Dus die ga ik voor de volgende keer ga ik die meenemen. En dan ga ik iemand weer uitkiezen. En natuurlijk altijd kermis gaan we natuurlijk niet doen. Slaap lekker allemaal natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk waar. Ja, nou, ik ga nog niet gelijk slapen. Want ik kan je vertellen... Ik ga nog even naar de concurrentie kijken. Ja, mag ik dat zeggen? Nou, dat mag ik. Ja, goed. Ik ben toch klaar met mijn eigen stream. Dus ik ga nog heel even naar de concurrentie kijken. En ik ga nog even kijken wat we nog allemaal uitspoken natuurlijk. En ja, dan ga ik natuurlijk ook slapen. Luc van Gol, bedankt ook allemaal. Allemaal bedankt. Iedereen die ik nu vergeet. En ja, ik wil natuurlijk afsluiten met de einde jingle. Die wij natuurlijk gebruiken. Kijk hoor. Kijk, ik afsluit met de einde jingle die we gebruiken.
En dat is natuurlijk het welbekende liedje. Die heet... Doei! 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 Bedankt voor het kijken. Slaap lekker, natuurlijk. Van mijn kant. En blijf de video's kijken. En blijf volgen wanneer er weer een volgende livestream komt. Want ik vond het gezellig. En we gaan het vaker doen. En misschien ook op zaterdagavond. En misschien zelfs deze maand nog wel. Bedankt en doei. Ja, ik heb het gezien. Kermis vuurwerk freak. Dus ja, jij komt de volgende keer ook. Ik zal ze straks allemaal eventjes natuurlijk beantwoorden. Tenminste, accepteren. Bedankt allemaal en tot de volgende keer.